Meneer Giffroy. Blij u te zien. Dank u, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat u blij bent van mij te zien. Beste collega's, we moeten inderdaad vaststellen via een aantal persartikelen, maar ook in het kader van de BIS-beurs vorige week in Gent, dat we een dubbele trend zien. Enerzijds individuele premies, zoals voor de dakisolatie, of andere premies zoals voor het verwarmte pompen, die gaan naar omlaag. Maar het aantal premies voor gecombineerde renovaties, bijvoorbeeld 3 zaken dat u in uw woning wilt aanpakken en daarvoor een renovatiebonus kan krijgen, die stijgen. En men kan dat ook zien aan de hand van het aantal aanvragen voor een EPB-regelgeving of EPB-verslag die nodig is in het kader van grondige renovatie bij 3/4 van de schil ofwel bij een aanbouw bijvoorbeeld. Maar men ziet bijvoorbeeld ook heel duidelijk dat het aantal sloop- en hernieuwbouw ook gestegen is. En dus eigenlijk zien we tegelijkertijd dat het aantal premies wel wat vermindert, maar dat het aantal grondige renovaties, die wat het beste is ook voor het klimaat, aan het stijgen is. En eigenlijk is dat voor mij dubbel positief nieuws. Want niet alles moet altijd werken met premies en met subsidies. En toch tegelijkertijd wordt er toch meer gerenoveerd. Maar we zien ook uit de cijfers dat momenteel nog maar 0,7% per jaar van de woningen grondig gerenoveerd worden. En willen we tegen 2050 komen dat ons volledige woningenpark zit op een E-pijl van E60, E70, dan moeten we gaan naar 2,1% van de woningen die per jaar grondig gerenoveerd worden. En dus is mijn vraag van, oké, we moeten wel minder subsidies geven dan vroeger, er wordt wel wat meer gedaan, maar we zitten nog maar op 0,7 in plaats van 2,1%. En hoe denkt u van dit percentage nog te kunnen opkrikken tot het gewenste percentage om zo te komen tot ons einddoel? Minister Tommelijn. Dank u wel, meneer Griffroy. De energieefficiëntie van onze gebouwen die moet inderdaad dringend omhoog, daar zijn we het over eens. En we hebben heel wat maatregelen al genomen met de Vlaamse regering. De totale renovatiebonus voor minstens 3 energiebesparende maatregelen realiseren binnen de 5 jaar. Maar ook fiscale voordelen voor wie ingrijpend energetisch renoveert. Zoals een halvering of vrijstelling van de onroerende voorheffing en een korting op de registratierechten en de schenkbelastingen. Nu, er komen nog een aantal andere heel belangrijke maatregelen aan. Dat is het EPC Plus systeem en de woningpas, waarbij de woning dus een label zal krijgen en een kostenraming ook, hoe men aan label A kan geraken. En dan uiteraard toch wel een belangrijk element van de beslissing van de regering rond de sloop- en heropbouwkorting van €7.500 die we bij de begrotingsopmaak hebben beslist. Maar natuurlijk het belangrijkste zit in het Vlaams energie- en klimaatplan, waarbij wij gaan naar een defossilisering van de verwarming. Dus met andere woorden, we gaan geen aardgasaansluiting meer in nieuwe verkavelingen doen bij woningen vanaf 2021. We maken de E-pijl-eis strenger en we moeten ook zorgen dat een verkregen woning, gekocht of geërfd, binnen de 5 jaar in orde is met 3 van de 6 renovatiemaatregelen. Isolatie, condensatieketel, warmtepomp enzovoort. Dat is baanbrekend, dat is vrij uniek in Europa. Maar het blijft toch, en dat heb ik vastgesteld, in de eerste kwestie de wijziging van de mentaliteit die belangrijk is. Heel wat mensen vinden nog altijd dat het niet nodig is, dat het geen prioriteit is, dat er geen haast bij is, dat ze andere zaken te doen hebben. En gelukkig denken heel wat mensen bij renovatie toch niet alleen maar aan een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken, maar ook aan energie. Maar het lijkt inderdaad dat laaghangend fruit al geplukt is. En daarom gaan we mensen overtuigen met een nieuwe campagne. Dat loopt nu al. Specifiek ook naar eigenaars-verhuurders. En ik denk dat ik niet alleen zonnepanelen probeer te verkopen, maar overal waar ik kom zeg ik dat energie-efficiëntie het belangrijkste is. Mensen moeten isoleren vooraleer ze hun tuin aanleggen. En ik hoop daarop iedereen te mogen rekenen, ook op de mensen van het parlement die de Vlamingen proberen verder te overtuigen. Meneer Griffroy, wat zegt u daarop? Oh, heel veel. Nee, maar we zien inderdaad dat de gegevens die we hebben, die komen voort uit bouwvergunningen, uit EPB-verslagen, uit het aantal premies die inderdaad aangevraagd worden. En we zien ook dat er meer gedaan wordt op wat we via die gegevens kunnen vastkrijgen. En hoe komt dat? Omdat ook mensen
niet altijd een premie aanvragen. En op zich vind ik dat goed. Het moet niet altijd moet alles ondersteund worden. Het enige wat ik daarmee wel vaststel, is dat we desondanks heel veel data-hiaten hebben, waardoor dat we moeilijker kunnen gaan zien waar zitten de effectieve problemen en waar moeten we gaan bijsturen. Het tweede probleem dat ik zie, is dat we eigenlijk een enorme versnippering hebben van de verschillende adviesinstanties en ook van de instanties die u inderdaad indirect of direct een premie kunnen geven. En dus is mijn bijkomende vraag, zou het niet nuttig zijn dat we gaan naar een één systeem waarin dat dan alles inzet van fiscale voordelen of van subsidies in één systeem met één soort adviesinstantie? Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Taaleman. Dank u, voorzitter. Collega's, twee vaststellingen. Eén, we kampen met een verouderd woonpatrimonium in Vlaanderen. En twee, er is een lage renovatiegraad in Vlaanderen. Vandaar dat deze regering het renovatiepact heeft afgesloten. En twee weken geleden werd hier tijdens de septemberverklaring de aankondiging gedaan van de premie van €7.500 bij sloop- en vervangbouw. Maar, meneer de minister, waar we tot op vandaag weinig van horen, hè, want de cijfers zijn bekendgemaakt over de totaalrenovatiebonus, die blijkbaar in de lift zit, maar waar we weinig van horen, is de succesratio van de premie bij wijkrenovatie. Want dat is ook de bedoeling om per buurt te gaan renoveren. En ik wou eens polsen, meneer de minister, als we daar op koers zitten. Dank u. Eerst niemand en nu meneer Schils ook. Nee, meneer Schils. Meneer Schils heeft het woord. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, eigenlijk heel een eenvoudige bijkomende vraag voor de mensen thuis die toch naar de uitzending van onze zitting aan het kijken zouden zijn. Is de doelstelling om energieefficiëntie op het nodige peil te krijgen haalbaar of niet? Heer, dat is een zeer goede vraagstelling. Meneer Tobak. Ja, het was inderdaad zeer kort. Collega Rifaste vroeg net naar wat minder versnippering in al de adviesmogelijkheden en zo verder. En ik heb dadelijk een vraag ook aan uw collega van Klimaatbeleid, minister Tommelijn, maar ze geldt eigenlijk even goed voor u. Er is deze week een gezamenlijk advies van, denk ik, drie grote adviesraden, de SERF, de MINA-raad en de Strategische Raad voor Landbouw en Visserij, eensgezind, waarin ook uw ambities over het Klimaat- en Energieplan 2030 aan bod komen, inderdaad. Voilà. En waarin nogal klaar en duidelijk staat dat zeker de energiedoelstellingen flagrant onvoldoende, onduidelijk en onvoldoende onderbouwd zijn. Met andere woorden, ik kan een heel simpele vraag stellen aanvullend. Bent u van plan om dit na een dergelijk vernietigend advies grondig bij te sturen? Of doet u gewoon lekker verder met grote aankondigingen waar geen middelen en geen maatregelen tegenover staan? Meneer Dane. Ja, dank u. Nu, ondanks alle opgesomde maatregelen blijft onze energierenovatiegraad onder de 1%. Dat betekent dus, als we al onze gebouwen op een behoorlijk peil willen brengen, dat we daar meer dan 100 jaar voor nodig hebben. Ik denk dat dat geen ambitieuze doelstelling is. Het probleem hierbij is ook dat de doelstelling die u heeft gezet, meneer de minister, is tegen 2050. Ook ver in de tijd. Ik zou u willen vragen of u bereid bent tussentijdse doelstellingen op te stellen, want alleen dan kunnen we tijdig bijsturen. Minister Tommelijn. Dank u wel, meneer Giffra. Ik heb één iets net kort aangehaald en ik wil het toch nog eens benadrukken. Uit een enquête van het VIA blijkt dat de voornaamste reden die mensen aanhalen om niet te isoleren, is geen prioriteit, geen tijd, geen zin. Het is voor mij niet nodig. Dat betekent dat vooral de mentaliteitsverandering en inderdaad premies kunnen helpen, maar we zien inderdaad dat de aanvraag van de premies daalt. En dat u dus bij een stuk van de bevolking zit die heel ongevoelig is voor het feit dat als je niet innoveert en als je niet isoleert, dat je woning in prijs zal dalen, dat het comfort lager zal zijn en dat je factuur duurder blijft. En ik denk dat effectief het noodzakelijk is om die mensen in de komende periode duidelijk te maken dat het niet anders zal kunnen. En op een bepaald moment zullen ze het ook voelen. Niet omdat het allemaal verplicht en verboden is, of omdat de minister dus tussentijdse doelstellingen maakt, meneer Danen,
maar omdat het gewoon voor de burger zelf een nadeel zal zijn als hij het niet doet. En ik ben akkoord om naar één systeem te gaan, hè, meneer Grifra. Maar er zit natuurlijk wel heel wat in de trommel. Fiscaliteit, zelfs federale fiscaliteit. We hebben wonen, we hebben premies voor wonen. Alle energiepremies die zitten bij de distributienetten. Dat betekent dat je natuurlijk eerst moet zorgen dat je één systeem hebt, waar je het in één grote databank kan gieten, omdat je van verschillende elementen moet data krijgen. Ik ben daarvoor, hè. In de tijd dat ik in de privésector werkte, kreeg ik als leidinggevende elke dag een hele mooie boortabel. Dat is iets wat ik als minister jammer genoeg mis. Dat betekent dat men in het verleden veel te weinig aandacht gehad heeft om daar ook een goede boortabel van te maken en een goed databeheer te hebben. En dat we dat nu allemaal nog moeten doen en dat dat natuurlijk wel zorgt voor een minder goed management. Ik kan de cijfers van de burenpremie, mevrouw Teldeman, hier niet van buiten zeggen, maar ik zal het opzoeken en het u zo snel mogelijk bezorgen. Meneer Schiels, is de energieefficiëntie is het haalbaar of niet? Ik veronderstel, als wij doelstellingen voorop stellen, dat we ook de haalbaarheid van die doelstellingen effectief hebben berekend. En dat betekent nog niet dat je ze haalt, hè. Maar als ik een plan maak en de regering gaat daarmee akkoord en het parlement bekijkt het ook en gaat er ook nog eens mee akkoord. En het zijn plannen die dan ook nog eens in resolutie staan, die in het Vlaams parlement gestemd zijn. Daar haak ik ervan uit dat we ze moeten halen. Anders zitten we inderdaad op dat vlak in de problemen. Meneer Tobak, adviezen. Ik ben een zeer transparante, open minister die als hij een advies krijgt, het bekijkt, het leest en bijstuurt waar het kan. Ik heb een hekel aan mensen die iets buiten zetten en dan zeggen van ik heb 100% gelijk, ik hou met niks of niemand geen rekening en ik doe gewoon door. Dat betekent dat ik rekening zal houden met de adviezen, maar ik moet ook wel die adviezen op hun verschillende waarde beoordelen. Regelmatig krijg ik zelfs adviezen die totaal tegengesteld aan elkaar zijn, dus kunt je niet altijd zomaar. Maar als die adviezen allemaal in dezelfde richting, dan zal ik wel bijsturen als het noodzakelijk is, meneer Tobak. Maak u geen zorgen. Vernietigend is ook wel weer een groot woord. Hè. Dat is weer is the duty of the opposition to oppose, meneer Tobak. En dan, meneer Daanen, de doelstellingen, tussentijdse doelstellingen. Ik denk dat tussentijdse doelstellingen opleggen niet de oplossing is. Ik denk dat je voornamelijk ambitieus moet zijn. En laat mij heel duidelijk zijn, ik ben ambitieus, ik blijf ambitieus en ik hoop dat Vlaanderen, de Vlaamse regering en het Vlaams parlement mij helpt in die ambities en we ervoor zorgen dat we die ambities waarmaken. Ik leg de lat niet graag laag, zodanig dat we erover struikelen. Dat is niet mijn stijl, maar ik ben van oordeel dat het moet haalbaar, betaalbaar en ook realiseerbaar zijn. Meneer Gifwaas, slotopmerking. Laat ons duidelijk zijn, die 0,7% waar we nu aan zitten qua renovatiegraad, dat is te laag. We moeten gaan naar de vooropgestelde 2,1%, dat is duidelijk. Twee, dat het aantal individuele subsidies verminderd zijn. Op zich heb ik daar geen probleem mee, want ik zie wel dat er wel meer gerenoveerd wordt en grondig gerenoveerd wordt. Ja? Dus dat is positief, maar het is nog onvoldoende. Drie, we kunnen natuurlijk altijd een rapport lezen, collega Tobak, en iedereen leest dan zijn insteek in. Wat ik daar het belangrijkste insteek in vond, is het woordje datahiaten. En dat is inderdaad een punt dat we voor de mensen die inderdaad de grondige renovatie moeten doen, waarschijnlijk ook op een bepaald ogenblik denken, ik zie het bos door de bomen niet meer. En mochten we dan één databank hebben, één adviesloket hebben, één premiesysteem hebben waarin dat al het fiscale en het niet-fiscale, maar de subsidies enzovoort in één pakket kunnen zitten, dan zal het ook veel transparanter zijn. Niet dat alle mensen daardoor direct er gebruik zullen van maken, maar waardoor dat waarschijnlijk wel een groep mensen breder en zou kunnen aantrekken. En ik denk dat dat de belangrijkste uitdaging is voor de toekomst. Zijnde zorgen dat die versnippering weggaat, dat we kunnen gaan naar één groot systeem met één grote databank. En die databank is ook nodig om te weten waar het die noden zijn. Dank u. De volgende actuele vraag is van Willem-Frederik Schils aan minister Tommelijn. En die gaat over de resultaten van het beleid in zaken energiearmoede naar aanleiding van de evaluatie van de beleidsinstrumenten ter zake door het Rekenhof. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, deze regering heeft, zoals u al meermaals hebt aangegeven, voor het eerst een heus en een echt energiearmoedeprogramma opgesteld. Zeer heugelijk nieuws en goed werk.
Maar er verschijnt vandaag een rapport van het Rekenhof dat aanhaalt dat er een aantal verbeterpunten zijn. Met name zou het programma dat de Vlaamse regering heeft opgezet niet voldoende erin slagen om de energiearmoede terug te dringen. Mijn vraag is dan ook heel evident. Wat zal de Vlaamse regering eraan doen om energiearmoede verder terug te dringen? Stel u daar een uur voor nodig heeft, minister? Ja, eerst en vooral... Twee minuten, hè. We hebben uiteraard adviezen, we hebben ook rapporten. Maar nog voor die rapporten verschijnen, hebben wij al een evaluatie van het energiearmoedeplan gedaan. Aan de hand van een groot stakeholdersoverleg. En we verwachten in de komende weken de aanbevelingen daarvan te kunnen omzetten en aan de slag te gaan. Maar ondertussen is uiteraard, meneer Schiels, al heel wat gebeurd. Eerst en vooral hebben we de premies verhoogd voor de sociale doelgroep. Twee, we hebben de sociale energielening, waarbij we de terugbetalingstermijn verlengd hebben tot 10 jaar, zodanig dat de mensen maandelijks kunnen terugbetalen in lagere schijven. En daardoor kunnen ze de lening terugbetalen met wat ze besparen op de factuur. Het resultaat is zeer goed. Vorig jaar hadden we 713 leningen aan de sociale doelgroep. En vandaag is dat al bijna 1300. Dat betekent dat wat de sociale energieleningen betreft, dat het dubbele is. En het jaar is nog niet ten einde. Zoals u weet, we zijn nog niet eens half oktober. Nu, mensen kunnen ook op vraag hun energiepremie gebruiken als een eenmalige afbetaling op de lening. En met de verlaging van de energieheffing hebben we toch ervoor gekozen om 280.000 mensen die sociaal tarief hebben voor elektriciteit helemaal geen heffing meer te laten betalen. De energiescans die zijn ook bijgestuurd. De eerste scan is nu meer gericht op snelle resultaten. De verruiming van de taken van de energiehuizen komen eraan. Mensen nog beter informeren en begeleiden. De communicatie naar de OCME's heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar 5% meer minimale levering van aardgas hebben gehad. We passen de armoedetoets toe op alle nieuwe regelgevingen. Er loopt ook een campagne over binnenveren om mensen aan te sporen om gebruik te maken van de premies. We hebben ook een campagne specifiek gericht op eigenaar-verhuurders, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de woning. En energiearmoede, meneer Schiels, bestaat natuurlijk niet op zichzelf. Wie de energiefactuur niet kan betalen, heeft meestal ook wel andere problemen. Nu, we zijn de eerste met een energiearmoedeplan dat bovendien goed gemonitord wordt en voortdurend ook bijgestuurd wordt. We zullen de aanbevelingen van het Rekenhof ter harte nemen en we werken verder op de ingeslagen weg. Alsjeblieft. Meneer Schiels. Dank u wel, meneer de minister. Dat klinkt veelbelovend. Maar in uw laatste punt haalt u een heikel thema aan. Energiearmoede staat vaak niet op zich en gaat vaak gepaard met algemene armoede. En in die zin denk ik dat het ook van kapitaal belang is dat u goed samenwerkt met de minister voor armoedebestrijding, mevrouw Homans. Kan u eventueel nog aangeven welke samenwerkingsmogelijkheden u daar ziet? Wens iemand aan te sluiten? Meneer Beenders, ik kon uw naam niet meer vinden. Meneer Beenders. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me eigenlijk aan bij het laatste punt van collega Schiels. Het staat niet op zichzelf, de energiearmoede. Het heeft meestal te maken met ook wat andere factoren. En ik denk ook dat die energiefactuur ook niet alleen een Vlaams verhaal is. Het is ook een verhaal federaal, waar beslissingen genomen worden die soms initiatieven die u neemt, eigenlijk ten nadele beïnvloeden. Waardoor die factuur in plaats van verlaagd door initiatieven die u neemt, verhoogd. U heeft in het verleden al gezegd dat u met minister Peters afspraken wilt maken om ook de leesbaarheid van de factuur te hervormen. Bent u ook bereid om een soort van interfederaal overleg te plannen waarbij u toch die betaling van die factuur op de verschillende niveaus gaat bespreken, zodat er een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld een btw-verlaging, toch terug op tafel kan komen? Want als de factuur voor iedereen daalt, zal ook de energiearmoede dalen. Meneer Dane. Ja, het rapport van het Rekenhof was eigenlijk duidelijk. Er waren een aantal hiaten. Die werden opgesomd erin. Onder andere het bereiken van de doelgroep was zo eentje. En ook de harmonisering van de doelgroep. Nu, dat zijn eigenlijk twee elementen waarin de commissie al tientallen keren ondertussen gekomen, niet al in deze legislatuur, maar ook de vorige, waar ik weliswaar zelf toen in de commissie zat. Nu, mijn vraag is heel duidelijk. Of ik wil een suggestie doen, een vraag stellen. De suggestie is om het Rekenhof zelf eens aan de commissie te vragen, want ik volg voor een stuk de voorzitter die zegt van we zouden daar een uur over kunnen spreken. En dat kan misschien niet in dit plenum, maar wel in de commissie. Maar ik wil u de vraag stellen, want u heeft gezegd rond de harmonisering van de doelgroep, heeft u gezegd de eerste gesprekken zijn bezig. Mijn vraag is dus, wat is de huidige stand van zaken?
Waar wil u naartoe werken en wanneer denkt u dat deze gesprekken afgerond zullen zijn? Hey, Griffa. Naar analogie van de vorige vraag, waarbij dat de SERF de opmerking maakte dat er te weinig data aanwezig is, lees ik eigenlijk ook een beetje hetzelfde in het rapport van het Rekenhof. Men klaagt hier duidelijk een gebrek aan, een eenduidige definitie van cijfers over energiearmoede, 70.000 tot meer dan 400.000 gezinnen naar gelang de bron. En dat bemoeilijkt uiteraard het in kaart brengen van de problematiek. Ook een soms gebrekkige gegevensuitwisseling tussen distributienetbeheerders, OCW's, beleidsmakers enzovoort, maakt het ook dat het moeilijk is om resultaten van maatregelen te meten. Goed voorgelezen. En dus met andere woorden is mijn vraag van, hoe zal u starten met een goed beleid rond data en hoe gaat u die verschillende stakeholders samenbrengen zodanig dat we werken met dezelfde meetresultaten omtrent de problematiek van energiearmoede? Tegen de mens zeg altijd dat u één vraag stelt aan de minister en geen drie. Je kunt natuurlijk zeggen, alles heeft met alles te maken. Je kunt ook 27 vragen stellen natuurlijk. Meneer Botuyne. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat er nooit zoveel aandacht is geweest voor energiearmoede als onder deze regering. Met het energiearmoedeactieplan worden effectief maatregelen genomen om deze belangrijke problematiek tegen te gaan. Ook dit rapport van het Rekenhof verdient inderdaad, collega's, wat meer aandacht dan alleen hier. Dus ik denk dat we dat inderdaad in de commissie eens opnieuw ter hand moeten nemen. Ik lees een aantal belangrijke aanbevelingen die ons beleid nog verder kunnen versterken, meneer de minister. Zo zegt het Rekenhof dat de premies die er nu zijn, die zelfs versterkt zijn, nog altijd substantieel te laag zijn om effectief het verschil te maken voor mensen in energiearmoede, om effectief de investeringen te gaan doen. Terwijl u net een afbouw van de premies lijkt te gaan plannen, lijkt het Rekenhof dus te suggereren dat we de premies moeten optrekken. Graag uw reactie daaromtrent. En wij zijn inderdaad voorstander om stevige energie-renovatiepremies te behouden in de toekomst. Minister Tommelijn. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst en vooral wat betreft energiearmoede is er uiteraard regelmatig overleg met collega Hoomans. En het is duidelijk dat wij daar proberen zoveel mogelijk de violen gelijk te stemmen. En het is inderdaad juist dat rond energiearmoede er heel veel overleg nodig is, omdat dat inderdaad niet op zich alleenstaand is. Wat betreft de energiefactuur, meneer Beenders, u weet dat ik rechtstreeks als Vlaams minister bevoegd ben voor twee zaken. Zijnde de bepalen van de energieheffing, die is voor een gemiddeld gezin dit jaar naar 5 euro gebracht, dus substantieel verminderd. En ik heb daarnet al gezegd dat 280.000 Vlaamse gezinnen zelfs geen energieheffing meer moeten betalen. Voor de tweede zaak ben ik bevoegd voor de groene stroomquota. Ook dat is ondertussen in orde. En de markt van de groene stroomcertificaten is ondertussen onder controle. Voor heel wat andere zaken van die factuur ben ik inderdaad niet bevoegd. Dat betekent niet dat ik geen overleg heb over de leesbaarheid van de factuur. En dat ik inderdaad ook wel aandring bij al mijn collega's, maar ook bij andere spelers en stakeholders, om die factuur betaalbaar te houden. Maar het is natuurlijk een duidelijk standpunt van mijzelf dat waar ik invloed op kan hebben, ik sowieso probeer die factuur onder controle te houden en hem zeker niet zal doen verhogen. Nu, wat betreft de harmonisering van de doelgroepen, meneer Danen, dat hebben we al gedaan bijvoorbeeld voor de energieheffing. We hebben gezegd van kijk, we gaan voor de energieheffing de doelgroep harmoniseren en we moeten dat inderdaad zoveel mogelijk proberen na te streven dat wij gelijkaardige benamingen hebben van die verschillende doelgroepen. Meneer Griffa, ik herhaal wat ik daarnet ook al gezegd heb. Een database is ongelooflijk belangrijk. Dat is een instrument om dagelijks het management te kunnen doen van uw beleid. Ik stel inderdaad vast dat dat nog te weinig voorhanden is. Ik denk dat we daar verder moeten investeren en dat we verder moeten proberen die data zoveel mogelijk onmiddellijk ter beschikking te hebben, zodanig dat we de juiste beslissing kunnen nemen. Meneer Botuyne, ik heb daarnet al gezegd dat er verschillende elementen zijn in het benaderen van de energiearmoede. En zoals u weet is dit de eerste regering met een energiearmoedeplan en bestaat dat uit 34 maatregelen, waarvan het verhogen van de premies voor sociale doelgroepen er inderdaad één van is, wat we ook gedaan hebben. Maar ik ben daarnet op mijn betoog begonnen met te zeggen dat niet alles en alleen afhankelijk is van premies. Dat er nog altijd heel veel mensen zijn die zouden kunnen de investering doen met de bestaande premies,
daar rendabiliteit uit halen, daar voordeel uit kunnen halen, maar nog altijd overtuigd zijn van het feit dat het niet echt nodig is, dat ze daar geen rendement kunnen uithalen, dat ze in feite daar geen prioriteit van maken, terwijl als je op het terrein gaat, je de mensen effectief kunt voorrekenen dat met het aanvragen van de premies en het uitvoeren van een aantal werken ze echt realistisch meer comfort, meer voordeel zullen halen op hun factuur en trouwens ook meestal hun eigen woning hebben kunnen doen verbeteren. Vandaar dat we ook naar eigenaar-huurders acties aan het ondernemen zijn om ervoor te zorgen dat daar de zaken verbeteren. Maar ik denk dat premies één element is, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit niet het enige is wat mensen zal overtuigen om een aantal zaken te doen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik de taak van de energiehuizen op dat vlak in de komende periode ongelooflijk belangrijk vind. We hebben de taak van de energiehuizen omgeturnd. Dat waren voornamelijk kredietverstrekkers voor leningen. Ik heb daarnet al gezegd dat het aantal sociale leningen ten opzichte van vorig jaar verdubbeld is, van 700 en zo naar 1300. En dat er dus nog bij komen, dus dat slaat aan. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de energiehuizen veel grotere en veel betere adviesfunctie kunnen geven aan de mensen, wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. En straks komen daar nog eens de elementen bij, zoals de woningpas, zoals het EPC-plus-systeem, die de mensen heel duidelijk zal aantonen waar voordeel kan worden behaald uit het investeren, het isoleren en het werken aan energie-efficiëntie. Het doet mij plezier dat heel veel mensen overtuigd zijn van het feit dat het moet gedaan worden, maar ik ben ervan overtuigd, samen met u en samen met veel anderen, dat er nog heel veel werk aan de winkel is en we blijven daar verder op doorgaan. Tot opmerking, meneer Schiltz. Dank u wel, collega's. U hebt gehoord dat de minister een breed palet van maatregelen aankondigt en uiteraard moeten wij ons als parlementsleden van onze taak kwijten door te controleren in welke mate die maatregelen efficiënt zullen zijn. En zoals gebruikelijk bij dit soort debatten pikt elk partij er zijn favoriete hoek of zijn favoriet instrument uit. Bij de N-VA moet er meer data zijn, voor de SPA moeten we de energieprijzen naar beneden halen en voor CD&V moeten er meer subsidies zijn. Wel, collega's, armoede is een complex probleem en is een enorm probleem. En ik hoop dat wij ook na de verkiezingen van deze zondag met z'n allen verder zullen vechten om armoede te bestrijden. En een van de elementen, en ik hamer erop, meneer de minister, de energiehuizen hebben hun bereik vergroot, maar energiearmoede is meestal de eerste indicatie van verdere armoede. Dus, tenzij wij erin slagen om alle diensten en iedereen die zowel met energie, met huisvesting als met armoede te maken heeft, samen onder één dak te brengen, of tenminste dat iemand in armoede één aanspreekpersoon kan vinden om uit de problemen te geraken, als wij niet daarin slagen, dan zullen wij het probleem nooit kunnen oplossen. De maatregelen van de minister zijn een belangrijke opstap, maar ik denk dat wij de komende maanden een stapje verder moeten gaan. Dankjewel, minister. Goeie reis naar Oostende. De volgende actuele vraag is van Peter Wouters aan Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. En die gaat over sporten op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. We zitten in een tijd van peilingen en we zijn daar allemaal zeer hard mee bezig. Maar in tempore non suspecto heeft ook Sport Vlaanderen een grote peiling gedaan. 18.257 werknemers van 162 verschillende deelnemende bedrijven zijn toen gepeild en daar is uitgekomen dat de meeste wel aan sport zouden willen doen, maar het eigenlijk niet doen. Meestal een probleem van tijd en ook motivatie. Wat ook uit die bevraging naar voren is gekomen, is dat 60% van de geënquêteerden, dat die met het openbaar vervoer of met de wagen naar het werk kwam, maar een derde van die mensen wonen eigenlijk op minder dan 10 kilometer van hun werk. Dan daardoor ook mijn vraag, meneer minister. Op welke manier kunt u sporten op het werk of van en naar het werk nog meer bevorderen? Minister Muiters. Dank u wel, en collega Wouters. Ja, u hebt gelijk. Uit die bevraging komt duidelijk naar voren dat motivatie en tijd de belangrijkste redenen zijn waarom dat een sporter of iemand die toch zou willen sporten, toch niet sport. Vandaar de filosofie die wij proberen te hanteren is, kunnen we sport op een of andere manier echt in het leven van de mensen brengen?
Dat als je bijvoorbeeld de zondagmorgen je ontbijt neemt en met de familie bekijkt van wat gaan we doen, dat dan sporten ook een element zou zijn, net zoals is naar de markt gaan of naar de bomma gaan, ook een onderdeel kan zijn, effectief sporten samen. En je kan dat ook doen in het werk of van en naar het werk of tijdens het werk. En om die tijd beter te benutten, is die van en naar het werk een interessante, maar ook een lunchpauze en heel vaak ook onmiddellijk na het werk. En wat doen wij daar? Sport Vlaanderen neemt van de bedrijven die dat wensen een scan. Ze gaan bij de werknemers vragen welke behoeften die mensen hebben naar bewegen en sporten. Ze gaan met de resultaten, ze gaan de mensen van Sport Vlaanderen samen met de directie van het bedrijf overleggen. Ze kunnen hen goede voorbeelden geven van wat er in andere bedrijven is geweest, tips en tricks geven, maar ze kunnen ze ook bijvoorbeeld de randvoorwaarden geven. Want misschien is er niet aan gedacht van te zorgen voor een veilige fietsstalling of voor een douche of om een plaats om zich om te kleden, waardoor mensen effectief van en naar het werk niet doen in het bedrijf of het ontbreken in de buurt van ik zeg maar wat, een fitnessorganisatie. En dan kan dat misschien opgevangen worden door in een ruimte van het bedrijf fitnesstoestellen te plaatsen. We hebben zo effectief al 162 scans gedaan en meer dan 18.000 werknemers bevraagd. Specifiek naar van en naar het werk doen we ook, gaan we ook bijvoorbeeld werken met de aanbieders die er al zijn. Er zijn aanbieders die rond gezond leven en sporten een geheel pakket doen. Je hebt ook verwijzing bijvoorbeeld naar fietsleasemaatschappijen of naar pendelfondsen en dergelijke meer. We gaan als Sport Vlaanderen niet zelf alles doen of doorgeven, maar we gaan de regie in handen nemen en aan dat bedrijf informatie geven en ervoor zorgen dat alles gebeurt. Ik denk dat we op die manier als Sport Vlaanderen een pakket geven aan werkgevers die kan maken dat ze hun werknemers kunnen stimuleren om effectief aan het sporten te slagen. En ik denk als er meer dan 18.000 werknemers ondertussen bevraagd zijn, dat dat een eerste goede stap is om meer mensen aan het sport te krijgen van en na het werk of tijdens het werk. Meneer Wouters. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. En het is logisch dat we niet vandaag op morgen iedereen aan het sporten gaan krijgen. Dat begrijp ik ook. Ik ben heel blij dat u zich daar verder voor wilt inzetten. En u hebt daarin mij een partner. Maar eigenlijk de voordelen, ze zijn zo voor de hand liggend. Dat mensen zouden sporten op werk, bijvoorbeeld de teamgeest, de gezondheid die dat verbetert. En zo kunnen we eigenlijk de teamspirit. Eigenlijk, er zijn zoveel win-win situaties voor zowel de werkgever als de werknemer, dat we deze kansen echt moeten aanbieden en moeten verder promoten. De sport- en beweegscan is zo een. En het is belangrijk dat we dan ook daar zo gemotiveerd in blijven om de mensen aan het sporten te krijgen voor of na het werk. Wens iemand aan te sluiten. Ik heb nog een vraag. En die luidt? Hoe gaat u de bedrijven verder opvolgen? Dank u wel, meneer voorzitter. Wie was er nog? Meneer Mooijaars, alsjeblieft. Dank u, voorzitter. En dank u, collega Wouters, om het actieplan Sport op het werk toch nog eens even onder de aandacht te brengen. Het is een plan waar men naast de grote ondernemingen toch ook de kleine en middelgrote ondernemingen toch wel aan het werk wil krijgen. En gezonde werknemers, sportende werknemers, die zijn ook gewoon gelukkiger op het werk en presteren beter. Dus dat is een win-win verhaal. Nu, naast dat aanbieden van die sport- en beweegscans was ook een van de actiepunten dat ondernemingen ook een fitometer konden installeren. Een vraag die ik vorig jaar erover gesteld had, bleek dat er eigenlijk nog geen enkele onderneming dat gedaan had, maar dat wel de planning was dat Sport Vlaanderen met sportdiensten en met parkbeheerders van KMO-zones daar een overleg zou over plannen. Is dat ondertussen gebeurd en heeft dat ook nieuwe fitometers teweeggebracht? Meneer Nouri.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, het klopt. Sporten voor, tijdens of na het werk is een zeer goede zaak. En ik denk als je dat kan doen binnen de werkcontext, dat dat ook een oplossing is of voor een stuk toch een tegemoetkoming in een ander thema waar wij al heel vaak over hebben gediscussieerd, namelijk werkbaar werk. Ik denk dat enerzijds sporten goed is voor de mentale toestand, het mentale welzijn. Anderzijds zorgt dat ervoor dat mensen na de werkuren, die zich snel moeten reppen, druk voelen om nog ergens te gaan sporten, de dingen te combineren. En zo zorg je ervoor dat je eigenlijk twee vliegen in één klap slaat. Nu, 162 bedrijven die daarop hebben ingetekend, zeer goed. 18.000 mensen, zeer goed. Maar ik vraag me wel af, waar is de ambitie net? Op welke manier wordt op dit moment dat juist gecommuniceerd naar al die bedrijven? Weten de bedrijven dat er effectief is en dat ze daarop kunnen intekenen? En wat is eigenlijk uw ambitie? Want ik denk dat dit een heel goed instrument is, maar we moeten er meer op inzetten. Waar wilt u juist naartoe gaan? Heer Pochet. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor CD&V is het de ambitie in het transportbeleid om zoveel mogelijk Vlamingen, Brusselaars zo lang mogelijk op een gezonde manier te doen bewegen of aan het sporten te houden. We weten dat mensen hun levenspatronen zien veranderen. Mensen verwachten om op een flexibele manier, op flexibele uren, aan sport te kunnen doen. En we moeten daar ook op inspelen vanuit het sportbeleid en zijn... Daarom zijn die initiatieven zoals sporten op weg van en naar het werk absoluut een goed idee. Mijn vraag aan u, meneer de minister, is op welke manier u die nieuwe sportbelevingsmogelijkheden duurzaam gaat maken, zodat mensen ook nadien nog aan het sporten blijven, zodat ze aansluiting vinden bij, bij het bestaande reguliere sportaanbod van clubs en federaties. Minister Muiters. Dank u wel. Ik ga beginnen bij collega Wouters. Collega Wouters, u zei van ja, ga je nog verder stappen doen? We hebben eigenlijk een tweede publiciteitscampagne gedaan in een krant, in een aantal radiospots, om nog eens die aandacht daarop te zetten. Ik denk ook naar collega Mooijarts. Ik kan u niet zeggen hoeveel dat die fitometer, maar wat ik wel kan zeggen, en dat is een antwoord aan beide heren, is dat we een van de navolgzaken is dat we nu die 162 bedrijven waar we de scan hebben gedaan, dat we daar nu opvolggesprekken hebben. Dat we gaan kijken wat gebeurt daar wel, wat is daar niet gebeurd. Dat we daar dan weer goede voorbeelden van kunnen krijgen. Goede voorbeelden die ik hoop dat we dan opnieuw kunnen via VOCA, via Unizo, maar ook bijvoorbeeld via de VDAB naar de collega's toe brengen. Waarom zeg ik ook binnen de VDAB? Een van onze partners is de VDAB. VDAB heeft ook regelmatig de contacten met de werkgevers in het kader van het zoeken naar goede medewerkers. En dan ben ik al bij collega Anougi ook naar werkbaar werk, maar naar goede nieuwe medewerkers en collega's. En dat element van sporten op het werk kan daar ook meegenomen worden. Vandaar dat ook VDAB regelmatig verwijst naar Sport Vlaanderen rond de activiteiten die er zijn rond sporten voor, na het werk, van en naar het werk of tijdens de lunchpauze. Dus ik denk, collega Anougi, dat we op die manier effectief, wat u ook naar voren brengt, het werk integreren en met sport, het werkbaar werk, daar een element van zijn. Ik ben het daar met u eens. En ik denk dat we op die manier toch effectief wat meer werkgevers bereiken en andere werkgevers dan die grote, effectief, die kleine en middelgrote bedrijven worden via de VDAB ook beter bereikt. Maar ik ga dus op basis van die opvolggesprekken met de bedrijven en de goede voorbeelden die we daar vinden, ook vragen aan VOCA en Unizo, dat ze bijvoorbeeld in hun bladen naar de bedrijven toe, dat ze dan effectief die goede voorbeelden nog mee gaan uitdragen. Als blijkt uit die opvolggesprekken dat die bedrijven ondertussen daar niks mee hebben gedaan, dan gaan we ze opnieuw proberen motiveren met de elementen, ook collega Pochet, die u aanhaalt, van ja, ik denk dat iedereen overtuigd is dat het een win-win is voor iedereen. Een tweede ding dat we ondertussen doen is, je hebt een aantal aanbieders. Mensen die fitnesstesten doen, mensen die sportlessen geven, mensen die totaalpakketten rond bewegen, sporten en gezondheid aanbieden. We hebben met die aanbieders hebben we rond de tafel georganiseerd waar we drie vragen hebben gesteld. Wat kunnen wij nog meer doen als Sport Vlaanderen? Wat kunnen zij doen? Wat kunnen we samen doen? We gaan daar nu in de diepte in een aantal werkgroepen aan werken om ervoor te zorgen dat ons aanbod stijgt. En dan tot slot wil ik nog één kort element iets zeggen over de overheid zelf. Want wij hebben natuurlijk ook zelf heel wat werknemers in de overheid. Wij hebben in een eerste golf hebben wij een aantal departementen en agentschappen die meedoen. VDAB is daar een hele grote, maar ook wel zijn volksgezondheid en gezin doen daar mee.
die hebben de scan gedaan, die doen een aantal initiatieven. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. Wat we nu hebben afgesproken met het voorzitterscollege van de ambtenaren, is dat we niet per dienst werken, maar per gebouw. Dus gebouw per gebouw gaan we de scan doen en zien wat daar kan gebeuren rond sport. Dus ik hoop dat we daardoor ook nog meer sportieve ambtenaren hebben dan ooit tevoren. Meneer Wouters, Vollebijking. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. En ik zeg trouwens dat er heel wat steden en gemeenten de sport- en beweegscan ook al hadden aangevraagd. En bij deze zou ik een oproep willen doen aan jullie allemaal, collega's. Collega Schiltz had het er net ook al over, dat er nu zondag iets te gebeuren staat, wat waarschijnlijk toch enkele gevolgen zal hebben naar toekomstige lokale besturen. En mijn oproep naar jullie is degene die dat daar aan de knoppen zitten van alstublieft, regel voor uw personeel dat ze kunnen sporten, maar ga ook met bedrijven praten dat zij ook hun mensen aan sporten zetten. Dank u. Dank je wel. Collega's, ik stel nu voor dat wij 20 keer recht staan, gaan zitten, nog eens recht staan, nog eens zitten. Sport op het werk, meneer Diependalen. Nee, is niks. Volgende actuele vraag is van Johan Daanen aan Joke Schouwvliegen, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over extra ondersteuning voor lokale besturen die werk willen maken van een ambitieus klimaatbeleid. En collega Tobak over de dringende noodzaak om Vlaams klimaatbeleid verder aan te scherpen. Collega's, de laatste dagen was er heel wat klimaatnieuws. En eigenlijk ging het heel vaak over problematisch klimaatnieuws. Vandaag bleek onder andere dat heel wat burgemeestersconvenanten een lege doos zijn. Eerder deze week was er een Europese klimaattop waar geen enkele van onze Belgische excellenties aanwezig was. En ook nog deze week bleek dat tegen 2030 de Europese Unie de uitstoot van dieselwagens wil beperken tot 35%, terwijl het parlement 40% voorop stelde. Maar de hoofdvogel ging toch naar het IPCC. Zij publiceerde een nieuw rapport en daaruit bleek dat het niet voldoende is om de klimaatopwarming tot 2% te beperken. We moeten veel verder durven gaan en daarom ook moet het klimaatbeleid versnellen en verscherpen. Steden en gemeenten. En zondag kiezen we nieuwe besturen, nieuwe gemeenteraden en daaruit volgende besturen. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat over klimaat en CO2-uitstoot. Nu, heel wat steden en gemeenten nemen initiatieven ter zake, maar zij kunnen dat niet alleen. Zij moeten daarbij ondersteund worden. De klimaatconvenanten, zoals ik net al zei, die stranden vaak in heel weinig ambitieuze resultaten, omdat steden en gemeenten te weinig ondersteund worden. De VVSG riep deze zomer nog op om op dat vlak meer ambitie te tonen en riep ook aan de hogere overheden op om de steden en gemeenten meer te ondersteunen. Want dat is heel erg belangrijk. Nu, goed nieuws is dat er meer middelen in het Klimaatfonds komen. En mijn vraag is nu heel concreet, mevrouw de minister. Zal u steden en gemeenten beter ondersteunen om hun klimaatdoelstellingen te halen, dankzij onder andere Green Deals of klimaatconvenanten, eerder dat dan one-shots en prijzengeld uitdelen wat u tot nog toe gedaan heeft. Meneer Tobak. Ik mocht van de voorzitter buiten mijn tijd zeggen dat het zijn schuld is dat deze twee vragen, die eigenlijk heel anders van insteek zijn, toch bij elkaar liggen. Klopt. Maar ik ga die van mij toch stellen. Mevrouw de minister, collega Daanen heeft al uitgebreid toegelicht wat de aanleiding en de dringendheid rond klimaatbeleid is. We hebben inderdaad het IPCC-rapport dat klaar en duidelijk zegt van we doen bij lange niet genoeg en het gaat alsmaar erger. Er zijn daarnaast nogal wat andere rapporten die ook uit economisch onderzoek blijken dat meer doen eigenlijk rendabel zou zijn en qua kosten-baten-analyses positief zou zijn. Dat er dus meer dan genoeg redenen zijn om verder te gaan. Maar dan lees ik eergisteren een verslag, een advies, gezamenlijk uitgebracht door de SERF, door de MINA-raad en door de Strategische Raad Landbouw en Visserij. Het is te zeggen, zowat iedereen die betrokken is
bij dit beleid in Vlaanderen, gaande van werknemers tot milieubewegingen tot landbouworganisaties, die adviseren bij het klimaat- en energieplan dat uw regering net voor de zomer heeft neergelegd. En die eigenlijk zeggen, de ambities erin staan zijn in de verste verte niet genoeg. En niet alleen zijn ze niet genoeg, ze zijn degenen die er dan wel in staan, zijn ook niet onderbouwd, niet voldoende duidelijk, niet gefinancierd, voldoende klaar om met verschillende niveaus te overleggen. Met andere woorden, uw hele klimaat- en energieplan voor 2030 is op basis van dat advies een lege doos. Want anders kan ik dat niet lezen. Men legt er dan nog even vriendelijk naast dat u eigenlijk ook voor 2020 uw doelstellingen niet haalt en daar feestelijk aan voorbij fietst en daar eigenlijk helemaal niks over zegt, over hoe u misschien dat nog probeert te doen in deze regering. Eigenlijk zeggen de adviesraden van wat de Vlaamse regering hier doet, is alles doorschuiven naar een volgende regering, naar anderen, en maken zij een heel klare oproep van doe in deze legislatuur alstublieft nog een inspanning. En dus de vraag is simpel, mevrouw de minister, bent u van plan om die minimale inspanning alsnog te doen, om niet met helemaal rode kaken naar de volgende parlementsverkiezingen te moeten? Ja, voorzitter, het gaat hier inderdaad over twee totaal andere vragen, denk ik. De ene vraag gaat over wat met de lokale besturen, hoe ga je die meer ondersteunen om aan een klimaatbeleid te doen. De tweede vraag gaat eigenlijk over het klimaatbeleidsplan en het advies dat is binnengekomen deze week over het toekomstige klimaat- en energieplan. Om te beginnen met dat laatste. Hier worden een aantal zaken, ik heb dat ook al gezegd bij de bespreking van de septemberverklaring, een aantal zaken worden door collega Tobak heel bewust allemaal op één hoop gegooid. Het klimaat- en energieplan is nog niet definitief. Dat is een plan dat in juli door de regering voorlopig is aangenomen, dat over de periode gaat van 2020 tot 2030. Het heeft niks te maken met het klimaatbeleid dat we vandaag voeren. Wij moeten dit opmaken. We moeten een Belgisch plan hebben, dat wordt op dit moment geïntegreerd en dan pas, ook na publieke consultatie, zal dat een definitief plan worden. En als uw vraag is, collega Tobak, zal u rekening houden met de adviezen die binnenkomen? Uiteraard zullen wij, zoals bij de meeste plannen en decreten waar adviezen op verleend worden, zullen wij daar als Vlaamse regering ook rekening mee houden. We hebben dan nog een hele weg af te leggen. We moeten eerst zien wat het Belgische plan wordt, waar alles geïntegreerd wordt. En dan pas, nog een keer, na publieke consultatie, wordt dat definitief. Het gaat over de periode, dat is ook zo gevraagd, dat moet ook zo voor Europa, 2020 tot 2030. We hebben ook op dit moment een klimaatbeleidsplan dat er al is, dat we samen hebben goedgekeurd in de vorige regering. En dat is geen statisch gegeven. Wij passen dat voortdurend aan. Zo hebben wij beslist om een klimaatfonds op te richten. Dat is nieuw. Dat is een fonds waar heel veel middelen in gaan. Daar zitten miljoenen in. En we hebben daar nu voor 2019 extra 114 miljoen euro ingestopt, bovenop de 300 miljoen die er al in zat, om heel concrete bijkomende maatregelen te nemen. Dus ja, wij blijven het klimaatbeleid bijsturen, jaar na jaar, met bijkomende maatregelen die nog betere resultaten moeten voorleggen. Het is dus niet iets wat vast ligt en niet meer zal aangepast worden. Maar dat zijn dus twee totaal verschillende zaken. U weet dat maar al te goed, maar u blijft die ook door elkaar halen. Ik neem er ook telkens akte van dat u het plan dat we samen hebben goedgekeurd in de vorige regering, dat u vindt, uw partij heeft dat ook mee goedgekeurd, dat u vindt dat dat eigenlijk niet voldoet. Ik neem daar akte van en ik kan u alleen maar zeggen dat wij jaar na jaar bijkomende maatregelen nemen op basis van de monitoring die wij doen. Tweede vraag was, wat met de lokale besturen? Ook daar voorzien wij middelen. Collega Danen, ik heb dit jaar 12 miljoen euro voorzien om de lokale besturen te ondersteunen. We hebben bewust ervoor gekozen om lokale besturen geen middelen te geven om een convenant af te sluiten. Zo'n convenant, daar betaalt de gemeente voor om hen te laten begeleiden. Maar je hebt evengoed gemeenten die geen convenant afsluiten, die ook goede maatregelen nemen, die de CO2-uitstoot naar beneden halen. Ik vind het belangrijk dat die 12 miljoen naar heel concrete maatregelen in de gemeente gaat, die direct effect heeft op het minder uitstoten van CO2. We hebben die oproep gelanceerd. We hebben 182 projecten binnengekregen van steden en gemeenten. De jury is op dit moment die allemaal aan het screenen. En de projecten die het meest resultaat opleveren, dus
het meest van al de reductie van CO2 gaan realiseren, die zullen in aanmerking komen voor die subsidie. Dus ik vind dat een goede regeling. Ik vind dat veel beter dan gewoon gemeenten een budget te geven of een convenant af te sluiten. Vind ik het veel beter om de maatregelen die gemeenten nemen, om die mee te ondersteunen en daar ook een subsidie aan te geven. Misschien nog een laatste punt, collega Danen. U had het over dat de aarde geen 2% mocht bereiken. Het gaat over 2 graden Celsius natuurlijk en niet over procenten. Ik denk dat dat toch wel een heel belangrijke nuance is bij uw vraagstelling, die ik hier toch nog even wou benadrukken. Het klopt dat we onder die 2 graden moeten blijven, dat we moeten streven naar die 1,5 graden Celsius. En dat zal van iedereen, ook van Vlaanderen, ook van België, ook van Europa en gans de wereld, inderdaad bijkomende inspanningen vragen om die doelstellingen nog aan te scherpen en nog verder te gaan. Nu, we gaan voor de helderheid van het debat, door het feit dat de minister 2 verschillende antwoorden gegeven heeft, gaan we eerst de vraag van meneer Danen behandelen. Zijn er mensen die bij de vraag van meneer Danen die daarop willen aansluiten? Dus het gaat niet over meneer Tobak, hè, voor de duidelijkheid. Het is niet dat u verkeerd aansluit, dat is niet de bedoeling. Alleen meneer Griffoy? Meneer Griffoy? Dank u. Ik pleit inderdaad voor een meer doorgedreven energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau. En een burgemeestersconvenant kan daartoe een middel zijn. Maar ik heb nu toch wel het gevoel dat we onszelf een goed gevoel aanpraten en daar is eigenlijk het klimaat niets mee. En ik heb inderdaad onderzoek gedaan via schriftelijke vragen, via de websites te gaan onderzoeken en moet eigenlijk tot de conclusie komen dat van de 223 gemeenten die een burgemeestersconvenant getekend hebben, dat ze niet eens de moeite doen om het eigen verbruik van hun eigen gebouwen, elektriciteit, aardgas, fuel en het eigen verbruik van hun eigen wagenpark in te vullen in de Excel-sheet van Vito. En moest men dat wel doen, dan zouden we centrale databeheer kunnen doen, wat u ook voorstander bent, meneer Tobak. En zou je veel gepaster maatregelen kunnen doen, ook ondersteuning geven vanuit Vlaanderen. En zou je ook kunnen zelfs leren van andere gemeentes. Heb ik een maatregel uitgevoerd, wat brengt het op, wat brengt het niet op? Mijn vraag is heel duidelijk aan u, mevrouw de minister. Wat gaat u doen om de gemeentes dan toch te verplichten, bij manier van spreken, als ze een convenant tekenen, dat ze tenminste de moeite doen om die Excel-file van het Vito in te vullen? Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk inderdaad dat de lokale besturen een bijzonder belangrijke actor zijn als het gaat over klimaat- en energiebeleid. Maar in tegenstelling tot collega Griffoy wil ik ze niet gaan verplichten om formuliertjes en administratie te gaan invullen. Nee, ik denk dat de weg moet zijn van stimuleren en ondersteunen van concrete acties op het terrein. Het burgemeesterconvenant is een middel en geen doel, beste collega's. Ik denk dat we vooral die acties op het lokale niveau moeten gaan ondersteunen. En ik zie heel veel lokale besturen die effectief acties doen, die niet zomaar windowdressing zijn, maar die effectief concreet het verschil maken op het lokale niveau. En laat ons vooral, beste collega's, die acties meer gaan ondersteunen en in mindere mate een administratieve molen gaan organiseren. Mevrouw Schouwvliegen. Ja. Heb je die niet gehad? Het gaat slecht vandaag. Laat u gaan. Oké. Nu, mevrouw de minister, u zegt steeds van we moeten een tandje bijsteken, we doen te weinig. Zegt u dan eigenlijk, dat klopt natuurlijk wel, hè, maar u leent vooral lippendienst aan het klimaatbeleid, is wat ik hier zie. Dus u zegt wel wat er moet gebeuren, maar op het terrein gebeurt er veel te weinig. En als het gaat over die burgemeestersconvenanten, deel ik de mening van bijna iedereen die hier zit. Namelijk, het is een middel, het is geen doelstelling, maar het is wel een middel om een doelstelling te bereiken. En dat schiet heel erg eraan over. Dus de burgemeestersconvenanten zijn in veel gevallen een lege doos. En daarom mijn vraag is dus inderdaad, het is goed. Het is goed om projecten te begeleiden, om doelstellingen te halen. Maar daarnaast moeten steden en gemeenten ook structurele maatregelen nemen. En voor die structurele maatregelen moeten ze ook ondersteund worden. En zij zeggen inderdaad dat dat veel te weinig gebeurt en dat er veel te weinig middelen zijn om die structurele maatregelen te nemen. En dus mijn vraag is inderdaad, wilt u op dat vlak structurele maatregelen nemen om de steden en gemeenten beter te ondersteunen? Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, ik wil nog een keer herhalen dat de convenanten, dat een privaat initiatief is. Een gemeente betaalt om zich aan te sluiten bij zo'n convenant en wordt daarin begeleid. Zij leggen centen op tafel en de organisatie die convenanten heeft uitgewerkt zorgt ervoor dat gemeenten ondersteund worden. Het is een keuze van de gemeente zelf om daar al of niet op in te stappen. Een gemeente kan evengoed
een sterk klimaatbeleid voeren zonder in te stappen in die betalende convenant. Ik vind het heel belangrijk om gemeenten niet te gaan discrimineren op basis van de keuze die ze hebben gemaakt. Als ze ingestapt zijn, is dat hun keuze, dan vind ik, moeten ze uiteraard ook die maatregelen naleven. Doen ze dat niet, maar nemen ze maatregelen, vind ik dat even goed. Daarom dat ik heel bewust ervoor gekozen heb om dat niet te beperken tot die convenant, om daar een subsidie aan te verlenen. Want dan ga je eigenlijk gemeenten die misschien fantastisch investeren in elektrische voertuigen, in het delen van fietsen, in het isoleren van hun daken, in het perfect alles bijhouden van de uitstoot van hun gebouwen, dan ga je die gemeenten eigenlijk gaan straffen omdat ze niet op een privaat initiatief zijn ingegaan om zo'n convenant af te sluiten. Ik heb die keuze niet gemaakt en de regering ook bewust. We hebben gezegd, we gaan op basis van concrete projecten gemeenten ondersteunen. Het gaat ook niet alleen om de centen, die 12 miljoen bijvoorbeeld voor dit jaar. Wij hebben ook websites waar wij gemeenten goede voorbeelden aantonen van andere gemeenten waar ze ook op kunnen ingaan. We hebben ook begeleiding vanuit onze diensten, collega Rifroy, die ervoor zorgen dat de gemeentebesturen er ook absoluut niet alleen voor staan. Dus ik denk dat dat een bewuste keuze is om concrete projecten die minder uitstoot realiseren op het terrein, om die te gaan ondersteunen. En wij houden ook wel heus rekening met het feit of dat maatregelen al of niet structureel zijn om die budgetten daarvoor te voorzien. Als een gemeente een project indient op die 12 miljoen, waar we zien dat dat eigenlijk over de volledige looptijd, de komende jaren, een effect zal hebben op minder uitstoot van CO2, dan zal dat project ook veel beter gerangschikt worden en zal dat ook sneller een subsidie ontvangen dan projecten die eigenlijk maar zeer eenmalig zijn en eigenlijk veel minder effect geven op het terrein. Ik ben vooral heel blij verrast dat gemeentebesturen zoveel projecten hebben ingediend, 182, dus dat sterkt mij in mijn overtuiging dat het de juiste keuze was om dat op die manier te doen. En uiteraard is het ook de verantwoordelijkheid van lokale besturen wanneer zij een contract en een convenant afsluiten om die ook te gaan naleven. Maar nogmaals, het is een eigen initiatief van de gemeente. En ik denk dat er ook nog zoiets is als een gemeenteraad. Als men ziet dat de gemeente de afspraken die daar rond gemaakt zijn niet nakomt, dan vind ik het ook dat de gemeenteraad daar zijn democratische rol moet spelen en ook zorgen dat de zaken voldoende worden opgevolgd en dat dat daar ook voldoende aan bod komt. Ik denk niet dat wij vanuit Vlaanderen als een soort schoonmoeder of schoonvader moeten zitten meekijken van lokale besturen. Wie heeft hier een convenant afgesloten? Wie heeft dat op vrijwillige basis gedaan? Hè? Want dat is iets wat een privaat initiatief is. En dan gaan wij u bestraffen als u bepaalde zaken niet nagaat. Ik vind het beter om te gaan belonen, om die subsidies te voorzien en vooral ook know-how ter beschikking te stellen vanuit mijn departement. En ik denk dat dat de enige juiste weg is. Ja, meneer Daanis, wat opmerking? Ja, het is hier voor een stukje een doorgangsgesprek. Ik denk dat ik u op dit moment, in deze fase, niet kan overtuigen. Maar ik herinner u aan een uitspraak van de minister-president. Hij zei, twee weken geleden nog, de sporen die wij nu uitzetten voor onder meer klimaat- en energiebeleid zullen Vlaanderen naar de toekomst leiden. Nu, mevrouw Schoofvliegen, de sporen die hier uitgezet zijn, zijn veel te weinig, vergeleken met de uitdagingen waar we voor staan. En ik ben ook heel erg verrast door een uitspraak vandaag in een krant, waar een lid van de regering stelde dat subsidies aan een luchthaven te vergelijken zijn met subsidies aan de lijn. Nu, ik vond dat heel frappant, want dat zou betekenen dat het vliegen een basisrecht is en dat het sowieso subsidie vraagt. Ik vind dat heel straf in een tijd waar iedereen vraagt om sterke en scherpe keuzes te maken. Volgens mij heeft uw regering nog heel wat werk op de plank en is ze niet in staat om die uitdagingen het hoofd te bieden. Dank je wel. Nu meneer Tobak, uw opmerking nu. En dan vraag ik of er andere leden zijn van het halfrond die wensen aan te sluiten. Ja. Mevrouw de minister, uw verwijzing naar het feit dat dit is een voorstel voor het Nationale Klimaat- en Energieplan, die klopt. En dit wordt nog een onderwerp van openbaar onderzoek, die klopt ook. Alleen ik heb een heel simpele bijkomende vraag voor u. Wanneer bij het eerste advies, zeer grondig en zeer breed geformuleerd, wanneer bij het eerste advies dat u erover krijgt, u vaststelt dat het oordeel erover is dat uw voorstellen A, zeer schematisch, B, niet onderbouwd, 3, zelfs niet de minste ernstige aanduiding van kosten en financiering van al wat u voorstelt heeft, en 3, eigenlijk gewoon helemaal nooit zal toekomen om uw engagementen die u zegt willen aangaan, om die ook waar te maken, hoe serieus bent u dan dat overleg en dat openbaar onderzoek aan het nemen? Hoe kan u verwachten van andere bestuurders, van andere regeringen, maar ook van die burgers aan wie u dat openbaar onderzoek gaat doen, dat ze dit ernstig nemen als vorm van advies, als u niet eens de moeite doet om het ernstig te maken en ernstig te onderbouwen? Ik heb nog nooit
een dergelijk vernietigend advies van een dergelijk brede groep van adviesraden gelezen als wat daar ligt. Het zegt heel simpel, dit slaat nergens op. En dus, wat wil u nu naar de burger stappen en zeggen van, geef mij uw advies, ik vind dit een pure schande dat u zich daarmee ervan afmaakt. Wie wens aan te sluiten? Meneer Sanctorum. Ja, collega Tobak, u bent in uw lijstje van klimaatnieuws nog het vonnis vergeten in Nederland. Daar ging ik zelfs op. Waar de Nederlandse overheid zelfs nogmaals in beroep wordt verplicht om extra maatregelen te treffen. Dus mogelijk kan dat ook gebeuren in Vlaanderen. Hè. Dus dat is effectief een feit. Nu, mevrouw de minister, de strijd tegen klimaatverandering wordt natuurlijk gevoerd op vele klimaatfronten. En toegegeven, we zien op een aantal fronten wel wat evolutie. Ik herinner mij enkele jaren terug, transport, dat was eigenlijk nog taboe om over te praten als het ging over broeikasgasuitstoot, want al die maatregelen gingen allemaal veel te ver. Ik heb de indruk dat dat nu toch een beetje aan het wijzigen is. Hoewel dat nog in de feiten, in de cijfers moet blijken, maar de voornemens zijn er al. Ik denk op vlak van voeding, en ik heb het dan niet alleen over de landbouwproductie in Vlaanderen, maar het ganse voedingssysteem, ik denk dat daar toch nog wel een aantal taboes zijn. En mevrouw de minister, ik wil u gewoon oproepen dat u samen met uw collega's in de Vlaamse regering die taboes ook laat gaan. Ik heb het dan in de eerste plaats over vlees en zuivel. Dat zijn nog altijd heel gevoelige thema's. Ik zie daar heel weinig over in de klimaatplannen. Dus laat die taboes nu ook varen, want uiteindelijk zullen ze toch moeten laten varen. Meneer Van Dalen. Ja, collega Tobak is toch wel erg negatief. We weten toch allemaal, collega, dat er inderdaad wel inspanningen gedaan zijn. Alleen die zijn al heel vaak opgesomd, kilometerheffing, verkeersfiscaliteit, isolatie enzovoort. Ik denk dat we daarop inderdaad nog door moeten gaan. We zijn het er allemaal over eens dat we die inspanning moeten voortzetten, dat we stap voor stap moeten vooruit gaan. En ik ga ervan uit dat de minister, als zij dingen verder moet onderbouwen, wat u vindt, dat zij dat ook zal doen. En dat we in elk geval de gekozen richting, dat we die verder uitgaan met z'n allen. Wie was voor de C? Meneer Botuyne, alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Tobak, er is inderdaad een advies. En dat is kritisch, maar dat is ook logisch. Er is een omvattend plan neergelegd en de regering heeft een advies gevraagd. En gelukkig is het een goed advies waarmee we inderdaad verder aan de slag kunnen. Maar hier doen alsof er niks gebeurt of verandert in zaken klimaatbeleid, is de waarheid meer dan geweld aan doen. En deze begroting die we net hebben voorgesteld gekregen, omvat net tientallen miljoenen euro's extra middelen om aan klimaatbeleid te gaan doen, die hier intern in Vlaanderen het verschil kunnen maken. En de grote uitdagingen liggen daar in zaken mobiliteit, in zaken woon- en gebouwenpatrimonium. Ik denk dat dat de prioriteiten zijn, die ook heel duidelijk in het klimaat- en energieplan naar voren komen, maar waar zeker nog aan bij te sturen valt. En mevrouw de minister, de verschillende parlementen in dit land hebben zich verenigd in een resolutie rond het klimaatbeleid en vragen ook graag betrokken te worden bij de verdere opmaak van het Belgische Klimaat- en Energieplan. Dus graag, meneer Tobak, gaan we samen hierin verder een inbreng kunnen doen op basis van het advies dat vandaag ook neerligt. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, wat het Klimaat- en Energieplan betreft voor de periode 2020 tot 2030... wil ik nog eens herhalen dat we daar een heel brede, ruime consultatie ook hebben laten voorafgaan. Het zijn al mijn collega's in de Vlaamse regering, de minister van Mobiliteit, de minister van Wonen, de minister van Economie, de minister van Landbouw. Iedereen heeft zijn insteek gedaan bij dit plan. We hebben dit ook samen vormgegeven. We hebben ook alles laten becijferen en we komen aan die -35%. Er komt een advies van de adviesraden. We hebben dat advies gevraagd en uiteraard zullen we dat advies in het lopende traject ook verder meenemen. En het klopt dat daar kritische bedenkingen in staan, maar daar staat ook meer in. En als u goed leest wat daarin staat, staat er bijvoorbeeld in, het is bijzonder ambitieus voor Vlaanderen om die -35% te realiseren. Dus daar staan ook een aantal nuances in, dat het voor Vlaanderen als regio, zoals wij zijn, zoals wij historisch gegroeid zijn, dat inderdaad forse inspanningen vraagt. Er staat ook een opmerking bij, en dat zegt u zelf ook, van ja, maar uw volledige becijfering van de budgetten die daar tegenover staan voor de periode 2020-2030, dat zit niet in het plan. Ja, er is nog nooit een klimaatbeleidsplan geweest dat tot in detail alle jaren die er moeten komen op voorhand gaat becijferen.
Dat is nog nooit gebeurd, omdat wij nu eenmaal ook in Vlaanderen met een jaarlijkse begroting zitten. Maar wij hebben wel in Vlaanderen, dat is een uniek instrument, wij hebben nu al een klimaatfonds waar veel middelen in zitten, waar we nu al mee aan de slag zijn voor het lopende klimaatplan. Dat loopt nu tot 2020, om daar extra inspanningen te doen. Dus doen alsof dat er geen middelen zijn, dat daar niet over nagedacht is, dat is niet zo. Maar het klopt inderdaad, en dat staat ook in het advies. En dat is ook door onze manier van werken. Dat is niet van, het is een klucht, er is geen geld. Nee. De periode 2020-2030 hebben wij inderdaad nog niet tot in detail berekend wat dat allemaal zal kosten, wie dat zal betalen. Het gaat over maatregelen, collega's, als we ambitieus zijn en als we nog meer willen doen. Het gaat over maatregelen op drie vlakken waar we absoluut moeten verscherpen. En dan gaat het over mobiliteit, dat is de belangrijkste. Dan gaat het over gebouwen, ook zeer belangrijk voor Vlaanderen. En dan gaat het inderdaad over landbouw. Dat zijn de drie grote luiken waar we bijkomende inspanningen moeten doen. En die zitten ook in het plan 2020-2030. Belangrijk, we wachten daar niet op. We hebben voor 2019, ik wil het nog eens herhalen, bijkomend extra 114 miljoen euro op de tafel gelegd om heel concrete bijkomende maatregelen te nemen in Vlaanderen volgend jaar al, die minder uitstoot van CO2 zullen realiseren. Het gaat bijvoorbeeld over de aankoop van schone bussen voor de lijn. Het gaat over een groot budget dat gaat naar wonen om ervoor te zorgen dat huizen beter geïsoleerd worden en dat die minder energie verslinden en dat er minder CO2 wordt uitgestoten. En jaar na jaar hebben wij altijd al bijkomende maatregelen genomen. Dus het plan dat we hebben aangenomen, dat nu loopt, wordt jaar na jaar op basis van de rapportages ook verscherpt en we nemen bijkomende maatregelen. Je kan ook niet zeggen dat er niets gebeurt. Ik vind dat eigenlijk nogal redelijk straf. Als je kijkt welke inspanning gebeurd is de voorbije vier jaar op het vlak van vergroening van de autofiscaliteit. Je ziet daar absoluut ook de resultaten van. Kijk ook naar de lage emissiezones, kijk naar het historisch budget. Nog nooit is er zoveel gegaan naar natuur en bos in Vlaanderen. Dat zijn allemaal voorbeelden van de inspanningen die gebeurd zijn, waar wij ook resultaat mee halen en dus ook minder CO2 uitstoten. Doen uitschijnen alsof we van vandaag op morgen alles kunnen stilleggen, geen auto's meer laten rijden die uitstoot hebben, alle gebouwen van vandaag op morgen isoleren, alle landbouw in Vlaanderen op een andere manier gaan organiseren. Wie zegt dat dat kan van vandaag op morgen, die maakt, denk ik, de mensen iets wijs. Je moet dat stap voor stap doen. Je moet zorgen dat je ook een gedragen beleid hebt, dat je de juiste maatregelen neemt, dat je een goede mix hebt tussen het stimuleren, maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld met de vergroening van de autofiscaliteit mensen meer laten betalen wanneer zij meer vervuilende technologie gaan gebruiken. Dat is de keuze die deze Vlaamse regering heeft gemaakt, waar wij ook resultaat mee hebben. En uiteraard zullen wij ook het advies die wij hebben ontvangen meenemen de komende maanden, lopende het traject om tot een definitief klimaat- en energieplan te komen. Net tabak. Mevrouw de minister, collega Sanctorum verwees al naar de Nederlandse regering is ook vorige week veroordeeld in hoger beroep door het eigen gerechtshof. Niet omdat zij niks doet, maar omdat wat zij doet in de verste verte niet genoeg is om haar engagementen, haar wettelijke engagementen, maar ook haar morele engagementen tegenover haar eigen burgers en de rest van de wereld, om die na te komen. U kan dus opsommen wat u wil over wat we allemaal doen en iemand zegt dat er niks gebeurt, maar ikzelf en ieder expert en ondertussen alle adviesraden in Vlaanderen zeggen van wat we nu doen is niet genoeg en wat u nu voorstelt is ook niet genoeg. En dus u kan nu wachten totdat we opnieuw ook veroordeeld zullen worden of u kan dit nu vastnemen en daar iets mee doen. En niet alleen maar een aantal, en daar ben ik het niet met u eens, collega's Botuinen en Van Dalen. Wij hebben inderdaad met dit parlement grote principes overeengekomen. We hebben grote ambities vastgelegd. Maar de taak van de regering is niet alleen maar om dat jaar na jaar nog een keer opnieuw te doen. De taak van de regering is om concrete plannen en maatregelen voor te leggen om die ambities ook waar te maken. En daar kan ik alleen maar vaststellen dat ze, jammer genoeg blijkbaar ook met uw steun, daarin op dit moment in ieder geval schromelijk tekortschiet. En dat gezien het feit dat er nog maar 7 maanden legislatuur overblijft, dat we van deze regering ook geen stap vooruit meer zullen moeten verwachten. En ik betreur dat oprecht na de goede samenwerking die we over meerderheid en oppositie hebben gehad rond die klimaatresolutie. Volgende actuele vraag is van Lode Seijsters aan Joke Schouwvliegen. En die gaat over het voorstel van een aantal academici om het gewestplan af te schaffen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, over de betonstop hebben we hier al dikwijls gesproken. En nogmaals, dat is geen betonstop, dat is een ruimte-innamestop.
Nog eens voor het goed begrip. Destijds werd in Vlaanderen 12 hectare per dag ruimte ingenomen, open ruimte. Met de komst van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is dat gehalveerd naar 6 hectare per dag. En dat is nog te veel. En we waren het hier in het parlement over de partijgrenzen heen overeen dat we dat naar nul moesten terugbrengen. Voor sommigen moest dat sneller gaan, maar we hebben daar een realistische doelstelling voor opgesteld dat we in 2040 nog 0 hectare open ruimte zouden innemen. Met het debat daarover hebben wij als CD&V hier ook heel duidelijk gezegd dat wij ons daarachter scharen. Dat open ruimte het belangrijkste goed is dat we kunnen hebben voor de toekomst. Niet alleen omdat het voor onthaasting en voor recreatie bij ons bijzonder dienstig kan zijn, maar ook in het kader van onze hele waterberging, in het kader van het heel klimaatdebat, in het kader van onze voedselverstrekking, in het kader van onze natuur. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus verdichten en open ruimte bewaren, dat zijn de ordewoorden waar wij gezegd hebben, daar liggen taken voor Vlaanderen, daar liggen taken voor onze gemeentebesturen, daar liggen taken voor de bouwsector, voor de architecten. Maar, hebben we tegelijkertijd er ook bij gezegd, we hebben vroeger dat gewestplan gehad. Laat ons er ook voor zorgen dat die mensen, als wij vandaag allemaal samen vinden dat het anders moet, dat het individu die daar het slachtoffer van wordt, dat die daar op een correcte manier voor vergoed was. Dat was voor ons een heel belangrijk uitgangspunt. En als ik dan afgelopen maandag het verslag in de krant, of de opinie in de krant las van twee wetenschappers die zeggen van schaf de gewestplannen toch af, dat zou toch allemaal zoveel vergemakkelijken, dan was dat nu natuurlijk net niet wat wij bedoelden. Want leg het maar uit aan de burger die op basis van de gewestplannen die de overheid vastlegde zijn spaarcentje opzij heeft gelegd voor een bouwgrond te kopen voor zijn kinderen, die we op die manier zeggen, ja, sorry, we hebben het vandaag allemaal anders bekeken. Dat geld bent u kwijt. Dus mijn vraag is, mevrouw de minister, blijft u achter het standpunt staan om diegenen die door de betonstop zijn gronden niet meer kunnen ontwikkeld worden, dat die op een correcte manier voor de volle 100% vergoed wordt? Mevrouw Schouwvliegen. Laat mij misschien beginnen, collega's, met te zeggen dat ik bijzonder blij ben dat het maatschappelijke debat over het vrijwaren van de open ruimte en de betonstop of de bouwshift, om het met een veel beter woord te zeggen, dat dat volop leeft. Je ziet dat ruimtelijke planners daarmee bezig zijn, architecten, mensen die moeten bouwen, aannemers, bouwfirma's, professoren, politici, lokale besturen. Iedereen is daarmee bezig. Dus we hebben, denk ik, een heel belangrijke stap gezet door het goedkeuren van het strategisch plan en ook het kader dat daarbij hoort. En ik ben ervan overtuigd dat we daar naar een kantelpunt zijn gegaan. Ik vind het ook geweldig dat er soms gedroomd wordt van hoe kunnen we dat nu nog beter doen of hoe kunnen we dat nu sneller doen. En ik heb inderdaad ook het opiniestuk gelezen van twee professoren en die zeiden ja, misschien is het een oplossing. Laat ons gewoon het gewestplan schrappen en dan zal op die manier heel veel van die open ruimte gevrijwaard worden. Ze hebben er ook direct bij gezegd, daar moeten we ook denk ik intellectueel eerlijk bij zijn. Ze hebben er ook bij gezegd, het is maar een denkpiste. Dit zal ook nog juridisch moeten verfijnd worden, want dit zal niet evident zijn. Dus ik vind het positief dat erover nagedacht wordt. Het principe zelf van het schrappen van de gewestplannen, ik ben daar geen voorstander van, omdat het inderdaad is met één pennetrek van bovenaf allemaal bouwgronden die nu voorzien zijn om te bouwen weghalen, zonder dat daar ook maar enige compensatie tegenover staat voor de eigenaar. Dat is niet wat deze Vlaamse regering wil en dat is ook niet wat ik als minister van Ruimtelijke Ordening wil. Want als je één stap in deze richting zou zetten, dan is dat een stap die ervoor zou zorgen dat het volledige draagvlak voor het beleidsplan Ruimte Vlaanderen van vandaag op morgen helemaal zou weg zijn in Vlaanderen. En dat willen wij niet. Wij hebben ervoor gezorgd, op mijn voorstel, dat er in de regering is goedgekeurd dat als iemands bouwgrond of industrieterrein niet meer bebouwbaar zou zijn, dat daar 100% planschadevergoeding tegenover staat. En we hebben ook zelf al onze verantwoordelijkheid genomen. Het is niet dat we zeggen, laat ons dat nu volledig overlaten aan die lokale besturen. We hebben zelf onze verantwoordelijkheid genomen en de watergevoelige ruimtegebieden bijvoorbeeld, die gaan wij zelf vanuit Vlaanderen aanduiden, gaan wij zelf die kosten van die planschade ten onze last te nemen. Hetzelfde met de woonreservegebieden. Zijn wij vanuit Vlaanderen, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en zullen wij ook die 100% schadevergoeding voor eigenaars die daaronder zouden vallen, zullen wij die als Vlaamse overheid ten onze last te nemen. Dit lijkt mij een veel betere piste die we samen moeten bewandelen. En daarom dat ik geen voorstander ben van met één pennetrek vanuit Vlaanderen allerlei gronden zomaar te gaan schrappen. Meneer Sijsens.
Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw duidelijke antwoord. We hebben in het verleden natuurlijk al een aantal keren mensen gehoord die aan de alarmbel trokken. Die zeiden van dat die ruimteinnamestop die gaat onbetaalbaar worden als iedereen correct moet vergoed worden. Daartegenover staat natuurlijk de studie die uitgevoerd is, waar we, ik denk, november verleden jaar kennis van namen, dat niks doen dat ons dat 33 miljard euro zou kosten. Ik denk dat we dus een hele besparing kunnen doen. Het zou ook niet correct zijn, 33 miljard euro besparen en het getroffen individu getroffen achterlaten zonder correct te vergoeden. Maar als er natuurlijk zaken zijn waarmee we die facturen naar beneden kunnen krijgen, collega's, dan moeten we daar mee over nadenken. Dus in dat kader, mevrouw de minister, mijn bijkomende vraag, de verhandelbare bouwrechten, daar kijken we toch allemaal op dat vlak belangstellend naar uit. Is daaromtrent al enig nieuws te melden? Dank je wel. Wie wens aan te sluiten? Meneer Olsen. Ja, dank u. Dank u om die studie te vermelden. Nu, een ander pervers neveneffect van die studie is, men zegt daar, ja, we geven ze nog 3 jaar om ze te bebouwen en dan wordt het uitgedoofd. Ja, op die manier organiseert je eigenlijk ook een bouwrush. Mm-hmm. Iedereen zal snel bouwen, dus dat zou eigenlijk leiden tot nog meer inname van onze open ruimte. Nu, wat wel belangrijk is dat we het kind niet met het badwater wegsmijten. De intentie van die professoren is belangrijk. En wij hebben zelf hier in het parlement beslist om 45.000 hectare open ruimte, harde bestemming, om te vormen tot open ruimte. We zullen wel iets anders moeten doen dan het schrappen van gewestplannen. En mijn vraag aan de minister is dan ook, hoe gaan we dat effectief gaan bepalen? Wat er zal geschrapt worden, uiteraard, met een zeer correcte vergoeding. Ik denk dat het voor alle gemeenten en steden en ons allemaal, ik ook als toekomstig burgemeester van Kortrijk, kijk er heel hard naar uit hoe dat u dat zal doen. Kun je dat laatste nog eens herhalen? Ik heb dat niet goed begrepen. Meneer Tobak. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik wil mij bij hoge uitzondering eens aansluiten bij een vraag van collega Sijsters, maar dan de laatste die hij gesteld heeft. Dus namelijk, we zijn het er allemaal over eens dat we inderdaad weinig anders kunnen dan een correcte vergoeding uitbetalen wanneer we aanpassen. Daar hebben we in het parlement al lang eensgezindheid over. Anderzijds, de bezorgdheid van de professoren komt er natuurlijk uit voort dat zij terecht opmerken dat bij de opmaak van de gewestplannen jaren geleden er massaal te veel is ingetekend. Massaal op basis van dienstbetoon en kleine telefoontjes links en rechts. En dat dus een groot deel van die 42.000 hectare die we vandaag te veel hebben, eigenlijk gewoon cadeautjes zijn geweest aan mensen die ze daar hopelijk mee konden een plezier doen. De Vlaamse bevolking betaalt nu al decennia voor de ruimtelijke wanorde en al de kosten die we daarmee hebben gecreëerd. En ze zal nu nog een keer extra betalen om te vermijden dat het nog erger wordt. Op zich is dat natuurlijk een pure schande, maar dan moeten degenen die de historische verantwoordelijkheid daarvoor dragen maar de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar ik sluit me wel aan bij de vraag van collega Sessens. Dat is, wat gaan we doen om te maken dat minstens die extra factuur voor de Vlaamse burger die niet met grond gespeculeerd heeft, hoe dat die zo laag mogelijk blijft. Goed, mevrouw Schouwvliegen. Mevrouw Pira, wil u... Ik heb 7 keer naar u gekeken, maar je reageerde niet. Wat zegt u? 7 keer naar mij gekeken, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, of dat het gewestplan afschaffen nu al dan niet een goed idee is, is denk ik niet zo van belang. Maar wat wel heel duidelijk is, dat is dat, dat er een heel grote bezorgdheid is bij experts en ruimtelijke planners over de betonstop. Wordt die gerealiseerd? Uiteraard hebben we allemaal dezelfde visie, dat heb ik vorige week ook gezegd. Er worden engagementen genomen waar iedereen achter staat, maar de vraag is vooral, gebeurt het op tijd? Gaat het beleid niet te traag? Ik heb u vorige week al gezegd, mevrouw de minister, dat door het uit handen geven van de opmaak van de positieve en de negatieve lijst aan de gemeente, dat de regie voor de planning van de betonstop uit handen geeft. Dat is heel zorgwekkend. En als ik dan afgelopen week een debatje op tv heb gezien over ruimte, waar u nog bij zat, meneer Tobak, en als ik daar dan de voorzitter van Open VLD aan mechtig hoor pleiten voor ik mag toch wel wonen waar ik wil, zeker, ja, dan is het duidelijk waar zand in het radarwerk gestoken wordt op het politieke niveau. Mevrouw de minister, we zitten op dit moment met een betonversnelling in plaats van een betonstop. Wij pleiten... De vraag? Welke vraag wil u stellen?
Ik ga geen vraag stellen, ik doe gewoon een oproep. Wij blijven pleiten voor die positieve en negatieve lijst. Ah, oké, okay, duidelijk. Mevrouw Schouwvliegen. Wat zegt u? Ja, collega's. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Er is iets aan de hand, zegt de voorzitter. Maar goed, ik ga mijn antwoord formuleren. Er zijn hier een paar dingen gezegd. Ik vind het eigenlijk heel positief. Ik kan het nog een keer herhalen dat iedereen zich wel inschrijft in die bouwshift. En het feit dat we dus dat strategisch plan van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen hebben goedgekeurd. We hebben niet alleen die strategische visie goedgekeurd, we hebben daarnaast eigenlijk ook een heel pakket op de tafel liggen die er heel concreet voor zal zorgen dat in de praktijk wij die open ruimte gaan kunnen veiligstellen. We hebben een instrumentendecreet dat hopelijk ook snel richting parlement zal kunnen gaan wanneer alle adviezen ook verwerkt zijn en definitief op de Vlaamse regering is goedgekeurd. Daar zit niet alleen die 100% vergoedingen. Mocht iemand zijn bouwgrond bijvoorbeeld zien verloren gaan, dan gaan wij 100% betalen als schadevergoeding. Daar zit ook inderdaad het instrument in van de verhandelbare bouwrechten. Dat is zorgen dat bijvoorbeeld als bepaalde grond heel ver weg afgelegen in de open ruimte niet kan ontwikkeld worden, dat je bijvoorbeeld naar een ruil kan gaan en zeggen van je krijgt meer rechten in de kern als kernversterking. We hebben ook de watergevoelige open ruimtegebieden, de structuur daarvoor goedgekeurd. En inderdaad ook wat betreft de woonreservegebieden. En collega Pira, wij vallen hier in herhaling. En elke keer hebben wij dezelfde discussie, nog een keer opnieuw, die we al heel veel hebben gevoerd. Als het van groen afhangt, en dat is uw visie, dan gaan wij hier met een rode balpen alle reservegronden die bouwgrond zijn en eigendom zijn van mensen met ene pennetrek gewoon gaan schrappen zonder dat daar een deftige vergoeding tegenover staat. Dat is niet de keuze die deze Vlaamse regering wil maken. Deze Vlaamse regering heeft beslist dat er een samenwerking komt tussen de lokale besturen en met de Vlaamse overheid. Het is dus niet alleen het lokaal bestuur die zal beslissen, het is twee keer. Lokaal bestuur geeft aan welke reservegebieden zij wel en niet willen ontwikkelen. Vlaanderen legt daar een advies naast. En als het dubbel positief is, dan kan het. Is het dubbel negatief? Dat is de regeling. Het is een heel mooie samenwerking. En dat is eigenlijk ook hoe wij graag te werk willen gaan, collega Ronsen, met de verdere uitrol van dit beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We gaan de lokale besturen niet aan hun lot overlaten. Dat is ook de reden waarom we de regelgeving ruimtelijke ordening samen met het parlement trouwens hebben aangepast. Er liggen heel wat mogelijkheden op de tafel voor lokale besturen om daar nu al mee aan de slag te gaan. En ik zie daar ook een kentering. Ik zie dat lokale besturen ook hun verantwoordelijkheid nemen en ook meer inzetten op die kernversterking, op het meer verweven, op het dubbel gebruik van ruimte en dergelijke meer. En dus de open ruimte gaan vrijwaren. Dat zal nog beter zijn wanneer we inderdaad ook het instrumentendecreet hebben goedgekeurd. En nogmaals, de Vlaamse overheid neemt daar verantwoordelijkheid. In een eerste fase, nu hebben wij gezegd dat de planschade die zou moeten betaald worden voor de watergevoelige gebieden en voor de woonreservegebieden, dat wij die vanuit Vlaanderen ten onze laste zullen nemen. Het spreekt voor zich dat gaandeweg de verdere uitrol van dat BRV en de maatregelen, de Vlaamse overheid ook daar extra middelen op de tafel zal moeten leggen om dat in de praktijk te gaan realiseren. Maar ik denk dat dat de enige juiste weg is in Vlaanderen. Dat is samen met die lokale besturen, die best van allemaal weten waar zijn onze kernen die we moeten ontwikkelen, waar zijn er goede ontsluitingen van het openbaar vervoer, waar zijn er kindercrèches, waar zijn er scholen, waar willen wij ontwikkeling en waar willen wij de open ruimte in onze gemeente vrijwaren. Heel belangrijk dat wij die lokale besturen daarin herkennen, maar dat we dat samen in partnerschap met de Vlaamse overheid doen. En dat is ook wat we afgesproken hebben binnen de Vlaamse regering, waar ik ook heel sterk in geloof. En ik denk dat vanaf 1 januari komen er heel veel nieuwe besturen. En ik ben ervan overtuigd dat in heel veel van die beleidsverklaringen, beleidsplannen voor de komende 6 jaar, dat dat een heel belangrijk item zal worden. En dat lokale besturen daar ook heel actief zullen over nadenken van hoe zien wij de verdere ontwikkeling van onze ruimte. Je kan een stad ook niet vergelijken met de plattelandsgemeente. Het zal allemaal op maat moeten gebeuren. En zeker niet, collega Pira, van bovenaf zomaar alles met een rode pen gaan uittekenen en te nemen of te laten. Wij geloven in de bestuurskracht van de lokale besturen, in een partnerschap samen met Vlaanderen. En daarmee zal je een veel beter gedragen beleid krijgen, zal je kunnen komen tot een betaalbaar beleid en zal je veel betere resultaten hebben op het terrein. Meneer Seijs, de slotopmerking. Dank u wel, mevrouw de minister. Nog heel even, collega Ronsen, want ik wil het even verduidelijken. De voorzitter had niet gehoord. U bent al burgemeester voor de verkiezingen plaatsgevonden hebben, maar dan mag u eigenlijk wat meer ambitie tonen, vind ik.
Want als burgemeester moet je dan niet als Vlaanderen vragen hoe gaat je dat doen, maar zou ik als burgemeester zeggen hoe kunnen we dat samen doen. Want ik ben ervan overtuigd dat er ook een belangrijke rol ligt voor onze lokale besturen. En collega Tobak, tussen uw telefoontje door, u noemt andermaal hangt u hier het beeld op, dat alle gronden op, in de plattelandsgemeente, dat dat allemaal speculanten zijn die daar wonen, die zich rijk maken met te speculeren op gronden. Ik zou zeggen, kom een keer uit de stad en ga ook naar het platteland en ga eens vaststellen dat er ook dikwijls mensen zijn die met hard werken een bouwperceeltje gekocht hebben voor kinderen of kleinkinderen. En als er vandaag goede redenen zijn om dat bouwperceel niet te bebouwen, dan staan wij ervoor dat die mensen correct vergoed worden. Dank je wel. De volgende actuele vraag is van Francesca van der Jeugd aan mevrouw Schouwvliegen. En die gaat over de uitbetaling van schadedossiers door het Landbouwrampenfonds. Meneer van der Jeugd. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister. De vorst en de droogte van 2016-17 die werden erkend door de Vlaamse regering. En dat is natuurlijk een goede zaak. Gevolgen werden ongeveer 2714 dossiers ingediend. Vooral dossiers vanuit West-Vlaanderen en Limburg. Daarvan werden er ongeveer 2638 gunstig beoordeeld. En normaal gezien, als ik het goed voor heb, zouden er eind oktober, dus eind deze maand, 1177 dossiers uitbetaald worden. Dat is goed. Maar natuurlijk rest dat ons nog altijd een saldo van 1461 dossiers die wachten op een uitbetaling. En die dossiers dat zijn niet zomaar papier, maar dat zijn vooral landbouwers die wachten op hun centen, waar ze in principe ook wel recht op hebben. Nu, daarbij komt dat de landbouwers, veel landbouwers, geconfronteerd zijn met de extreme droogte van 2018. En voor veel gemengde bedrijven, die ook varkens hebben, komt daar op vandaag ook de Afrikaanse varkenspest bij kijken. Wat erop neerkomt dat de varkensboer, bij wijze van spreken, per geproduceerd varken ongeveer een 15 euro toesteekt. Het zijn dus dramatische gegevens. En vandaar dat ik u, mevrouw de minister, zou willen vragen of u misschien ook tijdelijk, en ik weet dat u geen wonderen kan verrichten, en het zijn ook complexe zaken, of misschien kan u wel wonderen verrichten, we zullen zien naar uw antwoord, maar of u misschien zelfs tijdelijk extra middelen of mensen kan inzetten, zodanig dat de afhandeling en de uitbetaling van die dossiers sneller kan gebeuren, want de noodlijdende landbouwers die kunnen elke euro echt wel goed gebruiken. Goed schouwvliegen. Ja, collega van der Jeugd, het gaat hier over de ramp van 2017, voor alle duidelijkheid, om geen verwarring te hebben. En ik denk dat er nog nooit zo snel is uitbetaald voor een landbouwramp. Dus het klopt dat op dit moment 1200 landbouwers al de schade op hun bankrekening staan hebben die veroorzaakt is in 2017. Goed wetende dat voordien, in 2014 bijvoorbeeld, er ook nog rampen zijn die nog altijd vandaag niet uitbetaald zijn toen het nog bij de federale overheid zat. Dus ik denk dat onze diensten zeer performant zijn en dat ook eigenlijk heel snel afhandelen. Ik kan misschien toch een beetje toveren, denk ik, als u mij dat vraagt. Maar we zitten nu aan 1200-1300 dossiers. Maar ik kan u verzekeren, ik heb daarnet ook nog gecheckt bij onze diensten, dus dit jaar, voor eind december, zullen alle dossiers uitbetaald zijn wat betreft de rampen 2017. Er zullen een paar dossiers zijn die niet uitbetaald zijn. En dat zijn dan vooral dossiers waar discussies over zijn. Waar bezwaar is ingediend door de landbouwer. Daar moet dan natuurlijk nog een hele procedure doorlopen worden. Dat is dan ook natuurlijk iets anders. Maar de dossiers die helemaal rond zijn, waar geen discussie over is, die zullen dit jaar allemaal uitbetaald zijn, zodanig dat de landbouwers die eventueel liquiditeitsproblemen zouden hebben, dat die op die manier toch ook een klein beetje zuurstof zouden krijgen. Dus ik denk dat dat een zeer goede zaak is. En nogmaals, dat is bijzonder snel dat dat op die manier kan afgehandeld worden. Okay, dus, dan, meneer Van der Jeugd. Ja, inderdaad, dank u wel, mevrouw de minister. En ik hoop inderdaad dat het ook klopt dat dan alle dossiers eind 2018 uitbetaald zouden zijn. Het zou een goede zaak zijn in ieder geval. Nu, met betrekking tot het landbouwrampenfonds, ik denk dat daar ook continu een bepaalde druk op ligt. Hè. En met name wil ik even u citeren van een vraag die ik heb gesteld op 10 januari 2018 met betrekking tot die betaalbare brede weersverzekering, wat ook naar de afhandeling van die dossiers ook een ander verhaal zou kunnen betekenen. En u stelde daar 10 januari dat de architectuur voor zo'n brede weersverzekering op tafel lag.
een voorstel naar de regering zou gaan en dat u overtuigd was dat we eind 2018 zouden kunnen landen voor die brede verzekering, weersverzekering. En de voorzitter zei toen nog, Van der Jeugd is verheugd. Maar als ik onlangs u hoorde vertellen dat het er niet komt, dan stel ik mij alleen maar de vraag of dat het er zeer moeilijk zou komen. En dan stel ik mij zeer de vraag, wat is er daar misgelopen? Voilà, Van der Jeugd is niet verheugd. Wie wenst aan te sluiten? Wie wenst aan te sluiten? Niemand? Meneer Engelbos? Alsjeblieft, meneer Engelbos. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, ik ben ook blij van te horen dat het inderdaad snel zal opgelost worden of aangepakt worden om die landbouwers toch te vergoeden. Maar mijn vraag gaat natuurlijk ook specifiek over de brede weersverzekering. Ik was ook teleurgesteld in het antwoord onlangs toen u zei van kijk, wij gaan nu eens een onderzoek doen wat er eigenlijk op de Europese markt beschikbaar is van verzekeringen. Ik heb toen ook geantwoord van kijk, dat onderzoek had al lang moeten gebeuren. Er wordt al meer dan 10 jaar gesproken over die brede weersverzekering. En vandaag zitten we in de fase dat er een onderzoek moet gebeuren. Nu, die aanbieders zitten in gans Europa, enkel niet in Vlaanderen. Mevrouw de minister, u moet niet toveren. U moet gewoon met die aanbieders dringend rond de tafel gaan zitten, zodat die brede weersverzekering er kan komen ter vervanging van het landbouwrampenfonds. Meneer De Meij. Voorzitter, minister, collega's. Toch nog even herinneren aan de Pinksterstorm van 2014. Weliswaar federale aangelegenheid, maar sommige dossiers moeten nog steeds aangepakt worden. De zorg, meneer Van der Jeugd, die u formuleert, zoals u weet uit de commissie Landbouw, is gedeeld door alle fracties. Uiteraard ook door onze fractie. Maar ik dacht specifiek rond dit dossier dat u de minister en haar administratie zou feliciteren voor de uitermate snelle en efficiënte en transparante aanpak. Neem niet weg, collega, dat sommige sectoren, en u hebt de varkenshouderij genoemd, vandaag bijzonder grote zorgen hebben, mevrouw de minister. Ik heb u vorige week in de commissie daar nog over geïnterpelleerd en u hebt toen gezegd, we hebben met Europa contacten erop. Samen met de sector hoop ik en reken ik erop dat het snel leidt tot de gewenste resultaten. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, dank u wel. Misschien toch belangrijk om te vermelden, collega's, dat wanneer zich zo een ramp voordoet en die wordt erkend, dat men ook wel rekening houdt met het feit of dat een landbouwer verzekerd is voor verzekeringen die op de markt zijn, bijvoorbeeld voor hagelschade, en dat op basis daarvan, of dat men al of niet die verzekering heeft aangegaan, een veel lager bedrag van de schade wordt betaald. Ik denk dat dat belangrijk is, want dat wordt nooit gezegd. Maar dat is eigenlijk ook al een systeem om de verzekeringen die er zijn op de markt, om daar echt wel te stimuleren, om daar privaat te gaan verzekeren en te zorgen dat het landbouwrampenfonds niet moet tussenkomen. Ik ben dus voorstander van zo'n brede weesverzekering. We hebben daar al heel veel rond de tafel gezeten. We hebben daar ook samen met de minister-president, die bevoegd is voor de algemene rampen, ook al heel vaak gekeken hoe dat we dat het best kunnen uitwerken. En we zijn inderdaad samen tot de vaststelling gekomen, collega Engelenbos, samen met de minister-president, dat wat op de tafel lag, dat wij geen zekerheid hadden of dat er op de markt, want dat is een private markt, wij kunnen geen enkele verzekeringsmaatschappij verplichten om met zo'n portefeuille te komen en eigenlijk iets aan te bieden op de markt. Dus wij hadden inderdaad een architectuur, die ligt ook op de tafel, maar we willen zeker zijn, als wij dat verplichten, als wij dat opleggen, dat er ook vanuit de markt interesse is om daarop te springen. Want natuurlijk, als je landbouwers verplicht om zelf een verzekering af te sluiten, maar niemand biedt dat aan, dan hebben we een probleem. Hoe komt dat? Omdat onze markt redelijk klein is, natuurlijk, collega Engelenbos. En een en ander moet dus goed uitgewerkt zijn. Daar zijn we volop mee bezig. En als het van mij afhangt, dan zal er ook heel snel een alternatief zijn, omdat ik daar ook zelf absoluut in geloof dat we naar zo'n brede weesverzekering moeten gaan en dat dat eigenlijk een zeer goede zaak zou zijn. Dus we zullen daar alles in het werk stellen om tot een goede oplossing te komen, dat voor de landbouwers een goed systeem is, dat we ook de zekerheid hebben dat de markt daarop inspeelt en dat we op die manier eigenlijk naar de toekomst, de manier waarop dat we die landbouwrampen en algemene rampen ook aanpakken, dat dat op die manier ook is opgelost. Misschien ook goed om melden dat de algemene rampen, dat daar ook een heel nieuwe regeling is uitgewerkt, collega Engelenbos, en dat daar gekozen is om het systeem verder te zetten zoals het vandaag bestaat. En dat het dus de landbouwramp is die eigenlijk verantwoordelijkheid zal nemen om daar naar een brede weersverzekering te gaan. Minister-president Peters had in het verleden problemen met het uitspreken van de naam van meneer Joska. Dat is goed gekomen, maar het is meneer Engelbos en niet meer fout Engelenbos. Sorry, excuses. Nee, is niet erg, maar het is dat er geen verwarring is. Het is enkel fout. Sorry. Het was eigenlijk een compliment, voorzitter. Maar... Ja, is waar. Is waar. ja.
Slotopmerking. Ja, ik weet niet of meneer Engelbos altijd een engel is. Dat laat ik in het midden. En meneer De Meijer, ik wil gerust felicitaties aan de administratie aanbieden. Maar natuurlijk, de landbouwer die elke maand moet overbruggen, heeft daar weinig boodschap aan. Hoe rapper dat zij die centen, hoe beperkt dat ook mag zijn, kunnen krijgen, hoe beter dat zij hun werk verder kunnen zetten. Daar ben ik het volledig mee eens, collega. Wat ik ben aan het woorden. Ik dacht dat u mij ging onderbreken. Nee, ik denk, en ik blijf herhalen, mevrouw de minister, die brede weersverzekering. Ik was wat verwonderd, omdat u specifiek heeft gezegd dat die er eind dit jaar zou zijn. Wel, we hebben nog 3 maanden in dit jaar. Dus ik hoop dat die architectuur, waar dat die op tafel mag liggen, dat het er ook wel van komt dit jaar. En misschien met de steun vanuit Europa, met nog een bepaalde risico's die gedekt worden door Vlaanderen, en misschien wel een stuk verplichting voor de landbouwers, dat we daar wel kunnen komen naar een soort ja, product die aangeboden wordt door de markt. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat u op vlak van die betaalbare brede weersverzekering, waar we al zo lang van spreken, ook heel wat kan gaan toveren. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, minister. De volgende actuele vraag is van Lionel Bajaar aan Sven Gats. Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Die gaat over de betaalde culturele verslaggeving op de openbare omroep. En de heer Wilfried van Dalen over betaalde VRT-uitzendingen op locatie. Goedemiddag, minister, collega's. Hier staan we weer om te praten over de VRT, over een bedrijf met, laat ons zeggen, zeer veel ervaring, maar ook zeer veel know-how en toch ook een aanzienlijk bedrag aan subsidies. En het moet mij in feite, meneer de minister, beste collega's van het hart, dat het verre van de eerste keer is dat we hier zijn met een aantal vragen of bevragingen rond de manier van werken, of althans een aantal keuzes van de openbare omroep. Waarover gaat het? De VRT vraagt vergoeding aan culturele organisaties om op locatie radio te maken. Belangrijk is om te weten dat niet later dan donderdag onderstreept werd dat het niet ging over programma's die te maken hadden met de nieuwsdienst. Die is zeer belangrijk op zich. Maar later, zoals vaak, later kwam men te weten, zaterdag, dat ook de ochtend, het radioprogramma van Radio 1, er op een of andere manier bij betrokken was. En dus de link naar de nieuwsdienst toch zeer visibel is. En daar zijn dus 2 opmerkingen bij te maken. Een eerste, dat grotere cultuurhuizen dan waarschijnlijk gemakkelijker hebben om die promoties te gebruiken. En dan een tweede die zorgen baart is, als men spreekt over vergoeding, is het denk ik moeilijk om daar een redactionele onafhankelijkheid tegenover te stellen. 1 vraag, meneer de minister. Wat is er daar toch weer gaande bij de VRT en wat denkt u van dergelijke diensten tegenover de culturele organisaties? Dank u wel. Meneer Van Dalen. Ja, dank u, voorzitter. Meneer de minister, het is al gezegd, organisaties en culturele instellingen kunnen tegen betaling aandacht krijgen van de VRT-radiozenders. Zo'n 4000 euro lezen we voor een live uitzending van Culture Club op Radio 1 en Pompidou op Clara. Een kleine 10.000 euro voor het Radio 2-programma De Madammen. En voor het regionale programma Start Je Dag kom je er met 2.000 euro, als je dat naar je toe wil halen. De VRT zegt dat die bedragen nodig zijn om de extra kosten, de productiekosten, te dekken. En zoals de collega zei, ook met de culturele sector wordt er blijkbaar gedeeld met Intigent bijvoorbeeld rond evenementen. En zij kregen reclamespotjes in ruil, zeggen ze. Hoe verhoudt zich dat tot de culturele opdracht van de VRT, kun je je wel afvragen. Maar dat er ook voor live-uitzendingen van het nieuwsprogramma De Ochtend bedragen van zo'n 4000 euro worden neergeteld, doet toch wel vragen rijzen, onder meer bij de Vlaamse Vereniging voor Journalisten, vragen over de neutraliteit van de openbare omroep. Mijn vraag, meneer de minister, zijn er volgens u scherpere afspraken nodig of wenselijk met betrekking tot het op locatie gaan tegen betaling van radioprogramma's van de openbare omroep? Minister Gats. Ja, dankjewel meneer Van Dalen, meneer Bajaar. Ik denk dat uw vragen zeer pertinent zijn. Ik ga er dan ook graag op in. Op zich kan de VRT wel extra inkomsten genereren. Dat weet u als lid van de commissie media van dit parlement. Binnen het mediadecreet, binnen de beheersovereenkomst is dat mogelijk. Maar mijns inziens moeten er toch 3 belangrijke principes daarbij gerespecteerd worden. En op dit ogenblik heb ik onvoldoende informatie of die principes voldoende gehandhaafd worden. Ten eerste,
is er de financiële transparantie. Men heeft in een eerste communicatie vanuit de openbare omroep laten weten dat het over kostendeling ging. Maar er zijn toch een aantal bedragen in de boeken ingeschreven die niet onaanzienlijk zijn. Ik ga geen details geven nu, omdat ik eerst het volledige plaatje wil. En die er toch op wijzen dat het niet om loutere kostendeling gaat, maar dat er ook winst wordt gemaakt. En ik wil dus volledige financiële transparantie. Het enige waar ik een uitzondering kan op toestaan, is dat voor een aantal meer commercieel gerelateerde verslaggevingen op locatie, dat daar natuurlijk bedrijfsgeheimen en dergelijke meer kunnen spelen, maar niet voor de zaken waarover u het in uw vragen gehad hebt, voor, laten we zeggen, nieuwsgerelateerde verslaggeving en cultuurgerelateerde verslaggeving. Dus dat is één. Twee, er is een probleem, of er kan een probleem zijn van neutraliteit ten aanzien van de berichtgeving en van de redactionele onafhankelijkheid. Men zegt mij bij hoog en bij laag bij de VRT dat dit niet het geval is. Maar ik wil daar toch met hen het gesprek over hebben, omdat de reactie die ze mij toen in eerste instantie gegeven hebben, betrof de cultuurevenementen. En daarna is er toch het nieuws bijgekomen dat ook de ochtend in bepaalde gevallen tegen bepaalde voorwaarden dat daarvoor moet betaald worden, dat daarvoor betaald wordt. Ook de Vlaamse journalistenvereniging was toch een beetje kritisch, of zelfs zeer kritisch, om te zeggen waar leidt het allemaal heen. Dus dat gesprek wil ik ook met hen hebben. En tot slot, u hebt het ook al aangegeven, ik ben als minister van Cultuur natuurlijk wel te vinden voor het feit dat men culturele evenementen op die manier aan een breder publiek kan tentoonspreiden. Maar daar zou ik toch ook graag het afwegingskader kennen. Niet alleen voor de culturele evenementen, ook voor de andere. Is het in die zin de beste zaak dat wij als Vlaamse overheid bepaalde evenementen subsidiëren en dat wij op die manier met subsidiegeld het van de ene plaats naar de andere laten verhuizen? Dat is toch een vraag die we onszelf zeker moeten stellen en die ik met de VRT wil uitklaren. En dan ook het afwegingskader. Op dit ogenblik lijkt het erop alsof inderdaad alleen de grotere evenementen daarvan zouden kunnen profiteren. En dan is dat toch ook iets wat met de VRT moet besproken worden. Dus ik heb niet voldoende informatie om u daar nu uitsluitsel over te geven. Ik heb een eerste reactie gehad, maar daar bleven toch nog zeer vele vragen over. Volgende week zit ik daarover met de VRT samen. En dan wens ik daarover transparantie en die ook aan u te kunnen geven. Wezen het hier bij bijkomende vragen of in de commissie media. Omdat één element dat de VRT mij aangaf was, ja, maar wij doen dit al sedert de jaren 80. Ja, u zal begrijpen, meneer de voorzitter en beste collega's, dat wij ons ambacht ook licht aangepast hebben sedert de jaren 80. En dat wat in sommige tijdperken kan of kon, dat vandaag toch, zou ik het zeggen, problematischer kan zijn. En in die zin, de scherpere afspraken waar de laatste vraagsteller naar verwees, ik denk dat die zich wel aandienen en dat we die zullen moeten maken. Maar op basis van transparantie, ik wil zeker de VRT alle mogelijkheid geven om met tekst en uitleg te geven. Maar het is niet goed voor de geloofwaardigheid van de omroep, voor de geloofwaardigheid van een publieke omroep, dat men in die storm terechtkomt en dat men op dit ogenblik wel een antwoord geeft en informatie, maar geen volledige. Dank u wel, meneer minister, met uw antwoord. Ik ben het volledig mee u eens met die drie principes en uiteraard met het principe van transparantie, want dat is hier het enige wat ons kan redden. De VRT is niet aan zijn proefstuk toe. Vroeger had men het over de relatie van de VRT met de onafhankelijke productiehuizen. En dan waren daar structuren die niet altijd even doorzichtig waren, met facturen en tegenfacturen. En wat is het gevoel of het gegeven vandaag? De openbare omroep roept zichzelf uit als het grootste cultuurhuis van Vlaanderen. En daartegenover staan dan ook weer contracten en facturen en tegenfacturen die gedaan worden. En met een onmiddellijke impact op wat wij toch belangrijk vinden, dat is de redactionele onafhankelijkheid, waar trouwens meneer Deltour ook naar verwees. Dus ik denk dat we moeten opletten en vooral zicht hebben en ons de vraag stellen en vooral het antwoord van de VRT krijgen. Wat men moet denken van een bedrijf die zo omgaat met zijn partners en tegelijkertijd die geld vraagt geld vraagt voor kernactiviteiten. Goed. Dank u wel. Meneer Van Dalen. Ja, dank u minister voor uw voorlopig antwoord. Vroeger stelden we hier al vragen bij het feit dat bijvoorbeeld steden moesten betalen om Villa van Tilt, herinner ik mij nog,
te gast te hebben. Maar dan antwoordde de VRT stevast, ja, dat heeft te maken met de productiehuizen. Dat is eigenlijk hun verantwoordelijkheid. Maar hier is het natuurlijk wel de VRT zelf die de deals sluit. En naast de principiële vraag of het wel past voor een openbare omroep, of het billig is wat men doet, of de redactionele onafhankelijkheid niet in het gedrang komt, naast die principiële vraag of vragen, reizen voor mij ook een aantal meer technische vragen. Hoe worden die inkomsten geboekt? Als er spotjes aangeboden worden, loopt dat dan via de VAR of niet? Tellen die inkomsten mee voor het fameuze reclameplafond waar de openbare omroep onder hoort te blijven of niet? Dus op al die dingen, minister, zou ik toch graag een helder antwoord krijgen van de openbare omroep of van u. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Brouwers. Dank u, voorzitter. Het is eigenlijk jammer dat de vragen hier worden gesteld. Dat is het goed recht uiteraard van de collega's. Hè. Maar de minister heeft eigenlijk niet kunnen antwoorden, als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat we hier echt op moeten terugkomen in de commissie. Vanuit CD&V hebben we uiteraard geen problemen met normale mediadeals, ruilovereenkomsten. We weten allemaal dat het al jaren bestaat. Maar hier zitten we blijkbaar op een hellend vlak, waar dat er ook redactionele aandacht wordt aangeboden in die deals. En ja, hoe ver gaat dat allemaal? Ik denk dat er nog heel veel vragen open zijn. Ik wou eigenlijk exact dezelfde vraag stellen zoals collega Van Dalen, van waar gaan de inkomsten dan inderdaad precies naartoe? Hoe wordt dat allemaal verdeeld? Hier is nog heel veel, hier zijn nog heel veel vragen te stellen. En ik denk dat we daar echt op moeten terugkomen. Meneer de minister, ik neem het u zeker niet kwalijk dat u hier nog niet het uitgebreide antwoord kan geven. Maar zoals het er nu voor staat, is echt niet goed. En misschien kan u al in eerste instantie de regeringscommissaris eens vragen wat hij er allemaal van vindt, wat hij er meer over weet. En dan hoop ik dat we daar de komende weken dieper op kunnen ingaan. Goed. Want dat we hier op een hellend vlak zitten, dat lijkt me duidelijk. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Kijk, voor ons is het voor de SPA-fractie heel duidelijk. Voor ons kan het niet dat de VRT geld vraagt aan culturele en andere partners die hopen, die rekenen op media-aandacht om in de picture te komen op de openbare omroep. De VRT moet zijn waar dat de Vlaming is. En dat is ook op straat. En cultuur hoort tot de kernopdracht van de openbare omroep. Alle berichten die we zien wijzen er ook op dat er sprake is van twee maten en twee gewichten. Hè. Voor sport wordt er betaald, culturele organisaties moeten betalen. Strikte scheiding tussen redactionele aandacht en commerciële belangen moet er absoluut zijn. Is van wezenskenmerk en is voor alle media belangrijk, maar zeker ook voor de VRT. Dus wij vanuit SPA wij vragen hier heel duidelijke duidelijkheid over en volledige transparantie. En ik heb nog een vraag aan de minister. De collega meerderheidspartij N-VA vraagt een audit in deze. Ah. Wel, er is ook een regeringscommissaris. Heeft die dan enige onregelmatigheden vastgesteld ter zake? Of was die niet op de hoogte van de praktijken? Hoe zit dat precies? Wat heeft u met hem daar in het verleden al over berichten over gekregen? Minister Gaats. Ja, een aantal mediadeals, zoals mevrouw Brouwers aangegeven heeft, zijn volgens mij ook zeker mogelijk. Een aantal andere mediadeals zijn wellicht zeker niet mogelijk. Alleen heb ik de indruk dat op dit ogenblik de grijze zone groter is dan de uiterste. En daar moeten we dus duidelijkheid over hebben. Ik zal ook de regeringscommissaris inschakelen, of ik heb hem al ingeschakeld, met betrekking tot dit dossier, deze zaak. Maar ik wil rechtstreeks met de VRT daarover, nadat ze de vragen van mij gekregen hebben al twee keer, duidelijk antwoord op de vragen die de mijne zijn, de vragen die de uwe zijn, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat de conclusie, en daar komen we zeker op terug in de commissie media, dat spreekt voor zich, maar ik vind het ook goed dat het politiek hier in het parlement vandaag gesteld wordt, dus duidelijk een politieke vraag. Ik denk dat de conclusie duidelijk is, wie geloofwaardig wil zijn, moet transparant zijn. En wie transparant is, is geloofwaardig. Laat dat de vriendelijke boodschap zijn aan de VRT van op deze plek. Meneer Bajaar, slotopmerking. Ja, boodschap goed ontvangen. Ik ben tevreden dat we hier het politiek statement gemaakt hebben, dat we naar de commissie gaan voor de inhoud, want ik ben er ook. Ik zou ook willen weten of de raad van bestuur daarvan op de hoogte was, enerzijds, en ten tweede, wat met de regeringscommissaris. Ik dank u voor uw antwoord. Meneer. Wel, ik sluit me helemaal aan bij de laatste woorden van de minister. Ik denk dat we altijd in elke beheersovereenkomst aan dit soort zaken veel aandacht besteden en dat eens te meer hier absolute helderheid, absolute doorzichtigheid
volledigheid van de VRT wordt gevraagd. En inderdaad, collega Segers, als dat niet komt, dan zijn wij in elk geval er voorstander van om op bepaalde onderdelen een audit te laten lopen. Dankjewel. Laatste actuele vragen zijn twee actuele vragen van Anke van der Meers en Elisabeth Homans, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inbreuring, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over wantoestanden bij de Antwerpse Sociale Huisvestingsmaatschappij ABC. En collega Orie van der Wouwer over wantoestanden bij de Antwerpse Sociale Huisvestingsmaatschappij ABC. Mevrouw van der Meers. Ja. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, vandaag maken de media melding van wantoestanden binnen de Antwerpse Sociale Huisvestingmaatschappij ABC. Ik vind het spijtig dat ik u hierover in verkiezingscampagne, volle Antwerpse verkiezingscampagne, moet ondervragen, want wij hadden dat eigenlijk al vastgesteld in mei dat daar iets misliep. En Filip de Winter heeft daar de N-VA-verantwoordelijke schepen in Antwerpen op aangesproken via een schriftelijke vraag. Gevraagd wat is er aan de hand? Er zouden huurders zijn die in slechte leefomstandigheden moeten leven. Er zouden mensen voorrang krijgen en personeelsleden zelfs voorrang krijgen waar ze geen recht op hebben om een sociale woning te krijgen. En toen heeft de Fonds Duchateau, de bevoegde schepen, geantwoord dat er een onderzoek was van de inspectie, maar dat ABC niet ten laste kon gelegd worden. Nu lees ik toch dat er flagrante inbreuken zijn. En ik lees ook dat er een diensttoezicht van het Vlaams Agentschap Wonen enkele maanden geleden dus al een onderzoek zou geopend hebben naar ABC. En dus vandaar moet ik naar hier komen. We kregen geen antwoord, voldoende antwoord in de Antwerpse gemeenteraad van de bevoegde schepen. En dus vraag ik aan u, wat is uw visie, uitleg en mening hierover? Dank u wel, voorzitter. Vorige week zei je nog met een beetje weemoed terug te kijken op de tijd dat hier altijd over Antwerpen ging. En vandaag is het alweer zover. Mevrouw de minister, in de Morgen stond deze ochtend een artikel over die wantoestanden bij de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Het ging daarover personeelsleden die voorrang zouden gekregen hebben bij toewijzing van een sociale woning en over slechte toestanden waarin sociale huurders moesten wonen, over herstellingen die op zich lieten wachten en dat zelf sommige woningen, dat mensen in woningen met kapot asbest zouden moeten wonen. Nu, die zaken zijn aan het licht gekomen via een open brief die aan uzelf en aan de Vlaamse Ombudsdienst is gericht. Ondertussen is al enkele maanden het diensttoezicht hebben die de sociale huisvestingsmaatschappij onder verhoogd toezicht geplaatst. Mijn vraag aan u, mevrouw de minister, is gewoon heel duidelijk. Wat is volgens u de oorzaak van deze wantoestanden en hoe zal u ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk verholpen worden? Mevrouw Holmans. Dank u, meneer de voorzitter. Collega's, staan me toe dat ik zowel toch een beetje moet lachen met zowel het artikel in de voorpagina van de Morgen als de opmerking van mevrouw Van der Meers, dat ze het jammer vindt dat het op deze moment de vraag moet stellen. Maar bon, alle gekheid op een sokje. Waarover gaat dit, collega's? Dit gaat over een mail die naar mijn kabinet anoniem is gestuurd op 13 maart 2018. Dus meer dan een half jaar geleden. Dus sta me toe om te zeggen dat ik de timing van deze week redelijk raar vind. Maar desalniettemin, ik zal u een afdoend antwoord geven. Ik zal u een afdoend antwoord geven op uw vraag. Dus op 13 maart 2018 heeft mijn kabinet een anonieme mail ontvangen van werkgroep.belangen.werknemers@gmail.com, waarin bepaalde zaken met betrekking tot ABC inderdaad worden aangeklaagd. Ik heb deze mail dan ook onmiddellijk bezorgd aan mijn administratie, afdeling toezicht, voor wat de zaken wat aan wonen aangaat betreft natuurlijk. Want ik ben alleen bevoegd voor wonen. Het ging over al dan niet twee terechte of onterechte versnelde toewijzingen, zoals de twee vraagstellers ook hun vraag hebben aangehaald. Op 4 april, dus eigenlijk iets meer dan 3 weken later nadat ik heb doorgegeven aan toezicht, heeft de afdeling toezicht ook ABC een sanctie opgelegd, namelijk dat ze een jaar, dus vanaf 4 april, een jaar geen versnelde toewijzing meer mochten doen zonder die versnelde toewijzing eerst voor te leggen aan de afdeling toezicht. Bovendien staan ze sinds 4 april ook onder verhoogd toezicht van mijn administratie. 4 april, collega's, dat is een half jaar geleden. Hier nu komen doen op het sprekersstoel alsof er niks gebeurd is toch klinkklare onzin. Een half jaar geleden hebben ze mij gemeld
3 weken later heb ik het doorgegeven. Ik heb het onmiddellijk doorgegeven. Mijn administratie heeft onmiddellijk haar bevoegdheid opgenomen. Ik kan u nog meegeven dat ik natuurlijk ook nog mijn administratieafdeling woonkwaliteit heb geïnformeerd en gevraagd van ja, zijn er inbreuken? Zijn er feiten gemeld? Zijn er klachten geweest omtrent asbest of bijvoorbeeld inbreuken op de woonkwaliteit? Het antwoord daarop is nee, was toen nee en is vandaag de dag ook nog altijd nee. Alle andere zaken die in die anonieme brief, want ik heb die hierbij, mensen die geïnteresseerd zijn, zeer leuk om te lezen, gaan allemaal over personeelsrelaties. Relaties en al dan niet conflicten, vermeende conflicten tussen directie en personeelsleden enerzijds en anderzijds. En vallen natuurlijk buiten mijn bevoegdheid. Ik heb ook gezien in de mail dat bijvoorbeeld de vakbond op de hoogte is, dat de IDW er ook dossiers over behandelt, dat ook de sociale inspectie ermee bezig is, ook de ombudsman. De ombudsman zou volgende week nog een gesprek hebben met die mensen. Maar ik sluit af, collega's, dat ik onmiddellijk vanaf de dag dat ik op 13 maart op de hoogte ben gebracht, mijn verantwoordelijkheid in deze heb opgenomen. En 7 maanden later, net een daags voor de verkiezingen, word ik daarmee geconfronteerd. Maar het biedt mij natuurlijk ook wel de mogelijkheid om te zeggen dat ik heb gedaan wat van mij verwacht wordt te doen. En ik heb het dan ook gedaan samen met de administratie. En ja, de resultaten zijn er. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. U hebt inderdaad, als u uw uitleg doet van maart krijgt u de brief, april treedt u op en komt het in orde. Wel, wij hebben daar ook kennis van gekregen. En dus in mei vragen wij aan de bevoegde instantie, zijn op de gemeenteraad, de schepen in Antwerpen, want het gaat hier over een Antwerpse sociale huisvestingmaatschappij. In mei vragen wij letterlijk op papier, wat is daar aan de hand? Geef ons uitleg. Wij krijgen een uitleg die zegt dat er een onderzoek is van inspectie. En dan letterlijk staat erin het antwoord van N-VA-schepen ABC, kan niets ten laste worden gelegd. Dan hebben wij het dossier laten rusten en nu vandaag staat het in de pers. Ja, dan weet u toch wel dat het normaal is dat ik naar u kom en zeg, wat is hier aan de hand? Wij worden met een kluitje in het riet gestuurd door uw N-VA-collega, uw partijcollega in de Antwerpse gemeenteraad. Ja, dan moet ik wel naar u komen en ik ben blij dat u inderdaad hier dan de uitleg geeft. Maar het is niet kies om dat in een verkiezingscampagne te moeten doen. En inderdaad, het stond vandaag in de krant. Dus moet ik wel vragen aan u, wat is hier aan de hand? Want u kan begrijpen, in Antwerpen zijn de mensen zeer lastig over sociale huisvesting. Er zijn enorme wachtlijsten. Een alleenstaande moet bij ABC 8 tot 10 jaar wachten op een sociale woning. Een huisje kan men al zelfs niet verkrijgen, want de huurders die al huren gaan voor enzovoort. Men is heel veel onvrede in Antwerpen. Meneer Van der Wouwer. Ja. Dank u, voorzitter. Ik ga er geen politiek steekspel van maken hier. Ik heb ondertussen ook begrepen dat er inderdaad niets onwettigs is gebeurd bij de toewijzen van die sociale woningen aan die personeelsleden. Maar er is wel een ander punt dat ik heel graag wil maken, mevrouw de minister, en dat is die interne personeelskwestie die ervoor gezorgd heeft dat dit nu vandaag in de media staat en dat wij hier vragen over moeten stellen aan u. En ik weet dat is geen bevoegdheid van u als minister, dat gaat over autonome organisaties die hun eigen personeelsbeleid voeren. Maar toch wil ik even ingaan op dat personeelsbeleid. We zien nu dat er vandaag in die visitatiecommissies op geen enkele manier wordt rekening gehouden met het personeelsbeleid op de globale evaluatie van die vennootschappen. En dat is dat interne personeelsbeleid en dat wat gefaald heeft, dat er nu vandaag voor gezorgd heeft dat er onvrede is en dat die naar buiten is gebracht. Dus ik stel mij de vraag, mevrouw de minister, is het wenselijk of zinvol volgens u om eventueel een protocol, een samenwerkingsverband, een tool of een rol voor die visitatiecommissies uitwerken samen met de sector om te kijken hoe er werk kan gemaakt worden van dat personeelsbeleid. Goed, wens iemand aan te sluiten. Weet die mensen ook weer. Wie wens aan te sluiten? Hoogenhout. Mevrouw Touran. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister heeft al enkele vragen beantwoord in uw antwoord op de vragen van de collega's. Even terug te komen, los van het problematiek inhoudelijk van de klachten van de huurders, want dat is een probleem die sowieso moet aangepakt worden en waar dat u hopelijk mee bezig bent, is er een leegloop van het personeel bij dit individueel huisvestingsmaatschappij. En dat wordt allemaal verwezen en in de hand gestoken van de directeur die hier vandaag aanwezig zou zijn. Ik heb gewoon een vraag voor u. Hoe wordt zo'n directeur aangesteld? Heeft u daar vanuit toeziende overheid, heeft u daar als minister een procedure voor vastgesteld? Is die procedure nageleefd?
om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden? Want leegloop van personeel is natuurlijk niet goed. We hebben die personeelsleden daar ook nodig om alles in goede banen te kunnen leiden. Wel mogen houden. Bedankt, voorzitter. Ja, mevrouw de minister zegt dat de Vlaamse toezichthouder een onderzoek opende en dat ABC nu onder verhoogd toezicht staat. Uw administratie heeft inderdaad daarin zijn verantwoordelijkheid genomen. Derhalve zijn die verhalen wel heel erg stuitend die vandaag in de krant staan. Dus ik zou graag ervoor pleiten dat u de komende maanden, maar ook na 4 april, nog ABC nauw opvolgt, zodat we ons met z'n allen van kunnen verzekeren dat de woningen inderdaad gaan naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en dat herstellingen die uitblijven toch gebeuren. En om even aan te sluiten bij mijn collega's, zijn de verhalen over de pesterij op het werk toch ook heel erg aangrijpend. Dus is het inderdaad misschien aangewezen om over te gaan, hoewel het uw bevoegdheid niet is, tot enige actie. Meneer Hansjeeuw. Ik denk dat het goed is, mevrouw de minister, dat u een half jaar geleden al onmiddellijk zeer kort op de bal hebt gespeeld, dat er maanden geleden al maatregelen zijn genomen, wanneer het gaat over versnelde toewijzingen, onder andere. Dus ik kan eigenlijk alleen maar tevreden zijn met uw antwoord, maar vooral met wat u hebt gedaan maanden geleden al. Dat dit nu in de pers komt, dat is op zich niet zo erg. Er moet elke dag iets in de krant staan. Dus het is nu eens dit en dat mevrouw Van der Meers geen antwoorden krijgt op haar vragen in de Antwerpse gemeenteraad. Ja, bon, ik wil hier ook eens over de Oostendse gemeenteraad beginnen, maar misschien moeten we eens overleggen hoe dat je op de beste manier vragen stelt. Dan krijg je misschien wel antwoorden. Dat kan er ook wel iets mee te maken hebben natuurlijk. Dus ik stel met ter beschikking van mevrouw Van der Meers in het voeren van oppositie. In Oostende heb ik daar wat ervaring mee. Misschien kan ik u helpen daarbij. Paul Holmans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw Van der Meers, het is natuurlijk uw volste recht om een vraag te stellen. Ik heb gewoon gezegd dat ik het een beetje vreemd vind dat de ABC al langer dan zes maanden, onder verhoogd toezicht staat en dat uitgerekend vandaag dat in de morgen staat. Maar bon, de mail dateert ook van 13 maart. Het is wat dat is. Als hier natuurlijk wordt gezegd, ja, u luistert niet naar de huurders. Als ik u zeg dat ik een mail heb gekregen van werkgroep.belangen.werknemers@gmail.com, dan is dat toch wel duidelijk van wie dat die mail komt, hè? Van de werknemers en niet van de huurder. Hè? Collega's, voor alle duidelijkheid. Ik wil ook wel meegeven, collega Van der Meers, als u vragen stelt in de gemeenteraad van Antwerpen wat uw volste recht is, dan mag u dat doen, dan moet u dat vooral doen. Als u daar geen antwoord krijgt, dan mag u die hier stellen, geen enkel probleem. Maar ik wil u er wel op wijzen dat ABC een SAM is die niet alleen actief is in Antwerpen, maar ook in Gent. Hè? Niet alleen in Antwerpen, maar ook in Gent. Hè? In beide steden is ABC actief. Meneer Van de Wouwer, het personeelsbeleid en de visitatie, dat wordt wel meegenomen. Hoe dat, meneer Van de Wouwer, ik ben zelf voorzitter geweest van Woonhaven, u wel bekend. Ik heb de visitatie daar ook meegemaakt. Er wordt wel degelijk ook met personeel gesproken hoe dat het personeelsbeleid verloopt en dergelijke meer. Ik kan u ook nog meegeven dat er een visitatie is gepland, maar die was al gepland voor ABC in december. Dus dat is redelijk snel. We zullen zien wat dat daar de uitkomsten van zijn. Mevrouw Turan, ja, hoe dat de directeur van een SAM wordt aangesteld, dat gebeurt door de raad van bestuur van een SAM. Dat is autonoom aan de raad van bestuur van een SAM. En is de procedure in deze gevolgd? Ja, ik ga ervan uit van wel, want anders had ik wel klacht gekregen, nietwaar? Dan had ik ook opgetreden. Dus ik geloof dat de procedure in deze juist is gevolgd. Maar ik vind het wel ontzettend jammer, collega's, dat hier echt wel... Er worden net geen namen genoemd. Hè. Er wordt hier een directeur geviseerd, er wordt hier een directieassistente geviseerd. Ik vind dat dus echt heel kwalijk. Hè. Want dat wil zeggen dat u deze mail... Ik zeg niet dat er geen enkel feit en geen enkele zaak die in deze ellenlange mail... U moet niet van zo doen, want u hebt wel mensen bij functie genoemd. Ik zeg niet dat er geen enkele zaak die hierin staat, dat die niet klopt. Maar ik vind het wel heel gevaarlijk om te doen alsof alles wat hierin staat, alle persoonlijke aantijgingen tegen personeelsleden... van die huisvestingsmaatschappij per definitie waar zijn, omdat ze verstuurd worden door de werkgroep .belangen.werknemers@gmail.com. En dan, nauw opvolgen, collega's. Ja, al meer dan 6 maanden volg ik nauw op. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn administratie. Dus, collega's, ik wil afsluiten dat ik vanmorgen met toch wel enige verbazing de morgen heb gelezen en niet anders kan vaststellen en... Vergeef mij mijn Antwerpse uitdrukking, meneer de voorzitter, dat het niet meer dan een scheet in de fles was. Dank u.
trouwens een uitdrukking die elders ook gebruikt wordt in Vlaanderen. Ah, oké. Okay. Dus. Sorry. Mevrouw Van der Meer, slotopmerking. Mevrouw de minister, u moet inderdaad ABC nauw opvolgen. Ja. Want wat mij heel erg stoort, is dat een N-VA-schepen de waarheid geweld aangedaan heeft in een antwoord op een vraag van Filip de Winter, trouwens, die wel iets of wat politieke sporen verdiend heeft in dit land. Nu, u moet dat opvolgen, want er zijn niet alleen problemen blijkbaar, en ik viseer niemand daarmee binnen de huisvestingsmaatschappij zelf, maar met de huurders ook. De kostenafrekening van 2017 is nog altijd niet aangekomen, heeft u mij vandaag verteld, omdat ik ben in het dossier gaan kijken. En dus 2017 is niet afgerekend, we zijn nu al bijna het eind van het jaar. De nieuwe kostenafrekening gaat bijna komen voor 2018. Mensen die geld moeten terugkrijgen, wat gaat ermee gebeuren, wordt dat dan ingehouden enzovoort. Mensen maken zich erg ongerust, mevrouw de minister. En dus houdt u ABC vooral heel goed in het oog. Mevrouw de minister, voor alle duidelijkheid, wanneer ik spreek over het personeelsbeleid, heb ik het niet specifiek over het ABC, maar over de Vlaamse sociale... woonmodel in haar geheel. En wat de visitatiecommissie betreft, het is inderdaad één vaag criterium, dat gaat over het algemeen beleid in een hele race van criteria, maar personeelsbeleid zelf aan zich staat daar niet expliciet in vermeld. Ik zeg het maar omdat ik het zo belangrijk vind, omdat die een goede interne werking, dat ook samenhangt met die performantie en die dienstverlening voor de hele sector. En het in het belang is van al die mensen in de sociale woningen dat er daar een goede dienstverlening is, dat die mensen ook in de beste omstandigheden kunnen wonen. Dus vandaar dat ik hier die suggestie had gedaan. Goed, dank je wel. Ik moet in opdracht van de minister zeggen dat nu aansluitend de commissie wonen bij elkaar komt voor de bespreking van een decreet. Onderdanig als we zijn aan de regering. Ja, inderdaad. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 17 oktober 2018 om 14 uur. De vergadering is gesloten. Ik wens u een behouden thuiskomst en ik wens u allemaal een zeer goede uitslag zondag aanstaande. APPLAUS